Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boze Geesten podcast. Ik doe vandaag even de introductie, omdat ik ook gelijk de reclame ga doen. Michiel zei dat de vorige keer toen ik de reclame had ingesproken, hij het meeste Patreons had gekregen. Dus dat is natuurlijk, dat gaan we dan meteen weer doen. Je kan de Boze Geesten podcast steunen via Patreon en PatchAf. Als je in de beschrijving kijkt van deze episode in Spotify, dan kun je de linkjes volgen. Doe dat vooral, want ik zie natuurlijk hoe blijder Michiel daarvan wordt. En daar word ik ook weer blij van. Veel plezier met luisteren naar de komende episode. Ja, ik zit hier vandaag met Jamal Ouariachi. Het spreekt er zo goed uit eigenlijk. Weet ja, ik zeg zelf Jamal Ouariachi. Maar ik ben in mijn leven zoveel varianten tegen. Jamal. Jamal zeg ik. Oh ja, ja. Godsamme. Ja. Dat is zo'n cliché, hè? Om bij iemand met een niet-Nederlandse achternaam meteen de fout in te stellen. Oh ja, ja. Nou, we kunnen hem ook even van tevoren oefenen. Voor het begin opnieuw. Zeg ja. Van, het is, ik zeg Jamal Ouariachi. Ouariachi. Ik zit hier met Jamal Ouariachi. Ik heb al heel lang eigenlijk naar dit gesprek uitgezien. Volgens mij hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, denk ik, op een boekenbal hier in Amsterdam een keer of zo. Daar staat er iets van bij inderdaad. Toen had ik net jouw roman gelezen. En sindsdien lees ik heel veel van jouw stukken online en op jouw website en in kranten, tijdschriften. Je hebt heel veel verschillende stukken geschreven, vaak polemische stukken. Een beetje in de geest van, zou ik zeggen, Hermans of Brouwers. Lekker opruiend. Er komen altijd zoveel thema's voorbij dat ik al heel lang sta te springen om een keer met al die thema's te bespreken in een podcast. Ja. Dus dat is wat mij betreft de agenda van vandaag. En nu heb je, toen zei je ook van, nou, ik heb net een roman geschreven. Dus laten we daar nog even op wachten. Die heb ik nu dus ook de afgelopen weken gelezen. Ja. En daar staat ook weer heel veel in wat we kunnen gebruiken misschien in het gesprek. Dus dat is wat me hier brengt. Helemaal goed. Wees welkom. Steek van wal, zou ik zeggen. Ja. Ja, misschien moeten we gewoon bij jouw roman beginnen. Ja, ik was eigenlijk een paar jaar geleden bezig met nadenken of ik stukken die ik al schreef over, aan de ene kant de excessen van wat ik dan vind extreem links, en aan de andere kant schrijf ik ook over extreem rechts. Of ik daar op een andere manier dan alleen in een column of een essay iets mee zou kunnen doen. Dus ik zat aan een roman te denken, maar ik wist nog niet hoe dat dan precies eruit moest gaan zien. En ik wist wel dat ik wilde kijken of ik een redelijk progressief iemand zo ver zou kunnen krijgen door allerlei manipulaties dat hij in handen van extreem rechts zou belanden. Dus dat was een uitgangspunt. Ja. Dat had ik een beetje in gedachten. Toen ging ik zelf verhuizen. En toen leek me zoiets een goed beginpunt om een soort fictieve plek te creëren waar een soort project gaande is. Dat heet dan in het boek Het Kruispunt. Dat is een organisatie die organiseert schijnbaar onschuldige buurtavondjes. Eens in de twee weken. En workshops voor bewoners. Maar dat is wel verplicht. Dat is al een beetje raar. En tijdens die bijeenkomsten en workshops wordt een nogal intensieve woke agenda naar buiten gebracht. En, ja. Dat begint het personage zo te ergeren dat hij uiteindelijk. Nou ja, goed, er speelt nog veel meer in zijn leven mee. Ja, ik heb besloten dat ik hem wilde. Relatieproblemen daarmee wilde opzadelen, financiële problemen. En uiteindelijk zit hij zo aan de grond en in de ellende dat hij inderdaad in handen van een extreemrechtsclubje belandt. Dat is heel in het kort en heel oppervlakkig nog de opzet van het boek. En dat liep dus een beetje parallel aan mijn leven inderdaad. Want ik ging verhuizen. Ik kon dat allemaal heel goed gebruiken. De informatie van mijn nieuwe woonplek die niet heel goed beviel, kan ik zeggen. Dat kwam goed uit dat ik dat zo liep in mijn leven. En wat was, als ik de kip of het ei vraag zou stellen, van wat was er eerder? Die Vinex-wijkachtige observaties of dat kruispunt? Dat kruispunt, dat had ik in mijn hoofd. En toen dacht ik, in wat voor plek moet ik dat situeren? Nou, het leek me dat de organisatoren misschien in gedachten hadden, we beginnen niet meteen in Amsterdam, maar een beetje uit het zicht, in een provincieplaatsje, niet verder vandaan. Maar daar gaan we eens experimenteren met hoe dit project uit zou kunnen pakken. Ik zat heel erg tijdens het lezen na te denken over, ik dacht van, hoe zou dat zijn als het echt zou zijn? Dat zou mij overkomen. Mm-hmm. Ik zou een wooncontract hebben en ik zou ineens contractueel verplicht zijn
om wekelijks zo'n informatieavond bij te wonen. En ja. Niet ongedwongen, maar gedwongen informatieavond. Toen dacht ik van, kan dat? Of ik bedoel, snap je, ik zit eigenlijk heel erg na te denken. Ik zat heel erg na te denken over van, kun je mensen op die manier verplichten? Ja. Of ik bedoel, nee, kijk, ik was heel benieuwd. Het is natuurlijk een beetje een dystopisch boek in dat opzicht. En je zou het bijna fantasy kunnen noemen. Want volgens mij, nee, dat gebeurt natuurlijk niet in het echt. Maar ik denk dat je wel, als je zoiets zou uitvoeren, dan krijg je wel, denk ik, de reacties die je in die gemeenschap krijgt in het boek. Namelijk dat de meeste mensen daar gewoon dan maar als makkerschapen in meegaan. En dat er dan een paar figuren zijn die er gewoon niet mee kunnen leven met dat gedachtegoed. Die vallen er dan uit zo'n gemeenschap. Ja, dus je hebt eigenlijk, om dat realistisch te krijgen, een klein beetje de werkelijkheid getweaked. Zoals je dat ook in fantasy of science fiction of in dystopische romans ziet. Hè? Dus, maar dan op een heel klein mespuntje, zeg maar, in plaats van. Het zou bijna kunnen dit, maar dan net niet. En als je dan de afzonderlijke episodes kijkt in de roman, dan zit er steeds eigenlijk. Daar heb je bijvoorbeeld een workshop waarin buurtgenoten elkaar wat beter leren kennen, waarin ze hun levensverhaal aan elkaar vertellen en waar ze mee zitten in de wijk waar ze wonen. Dat soort dingen kun je heel goed voorstellen. Dat zou zomaar kunnen. Als je die setting eenmaal hebt, dan is alles wat daar binnen gebeurt, dat is vrij realistisch wel. Dus het is net even die ene stap. Dus stel dat je zover zou gaan dat mensen in een wereld zouden zeggen van steden. In steden is het belangrijk om inclusiviteitsideaal na te streven. En daarom mag je in deze wijk alleen wonen, mits dit en dit en dit. Dan zou je er al zijn. Zeg maar. Daar zijn we nog niet, maar dat is een kleine stap. Dat is eigenlijk de dystopische fantasie dan. Ja, precies. Ik moet denken, schiet me nu te binnen. Er is in Eindhoven een enorme flat die gebouwd wordt door, volgens mij, als ik het goed heb, Rem Koolhaas. Die gaat dat ontwerpen. En dat is een heel nieuw prestigeproject in Eindhoven. En een vriend van mij die daar in de buurt woont, die heeft gezegd hoe dat in zijn werk gaat. En dus mensen kunnen een soort van auditie doen voor die flat. Ja, ja. En dat ideaal is veel meer een soort dwarsdoorsnede creëren van Eindhoven dan in dit geval. Van dat je laag en hoog, jong, oud, dat je eigenlijk een heel mooi utopisch gemiddelde krijgt. Ja. En toen ik dat hoorde, toen moest ik eigenlijk al hieraan denken. Want als je dus audities gaat afnemen voor, ja, of audities tussen aanleidingstekens, ik weet niet hoe dat gaat, maar misschien zit het als een gemeente, zo'n desk, zo van, wij zijn dit gezin, we zetten ons beste beentje voor, we houden van zondag gezamenlijk tuinieren, vinden we natuurlijk schitterend, en willen iets, weet je wel, dan krijg je al zo'n sfeer, hè, dat je dan, en dan hoef je alleen maar een beetje een soort woke sausje aan toe te voegen, en dan zit je al bij dat kruispunt, bij wijze van spreken. Dus het is niet eens zo fast stretch, wil ik maar zeggen. Er zijn al echt Dat klinkt dan nog redelijk vrijwillig, inderdaad. Maar het is, bij het kruispunt wordt het ook wel als vrijwillig min of meer gepresenteerd. Maar het staat inderdaad wel in het koopcontract van, hier moet je toch heen om een beetje je buurt goed te houden, als het ware. Ja. Dus dat soort ideologische projecten zijn wel denkbaar, inderdaad. Dat is wel een goed voorbeeld. Ja, het is ook als je nadenkt van het weerwoord wat je vaak hoort is dat wordt ook door de vrouw van het hoofdpersonage aangedragen, het argument van, maar het is toch goed al met al, weet je wel, als je het hemelsbreed beschouwt, hè, het is gewoon goed dat er iets gebeurt voor mensen die minder bedeeld zijn, dus hoe kun je hierop tegen zijn, en het is maar een workshop, het zijn offer met grote goede gevolgen. Er zit een zware morele druk achter op de een of andere manier. Ja, trouwens, je hebt natuurlijk wel dit soort situaties op werkplekken waar mensen gedwongen, verplicht worden om een diversiteitscursus te volgen. Daar zit het natuurlijk al wel een beetje in. Ja. Als je bij de gemeente wil werken, dan is de kans groot dat je daar uiteindelijk belandt op zo'n training waar je dan zo'n testje moet doen en dan blijkt dat je onbewust heel erg racistisch bent. Ja. Ook al zeg je van jezelf dat je het niet bent en dat je heel hard je best doet om dat vooral niet te zijn. Dat doet er allemaal niet toe. Maar dat zit er al. Ja, de dwang is er op sommige plekken. Is die er al wel? Ja. Ja, wat ik denk ik interessant vind voor vandaag, als dat ons lukt, om een klein beetje dichter bij die vraag te komen, waarom dat nou zo schadelijk is, die manier van denken. Of ik bedoel, het is volgens mij, wat ik bij jouw stukken altijd merk, is dat het
of dat idee heb ik altijd, dat het engagement wat eronder zit, die motor die onder jouw stukken zit, die is wel echt. Dat is niet zomaar een soort van, ja, een soort van prooi van laten we hier nou even gehakt van maken. Zo, ja. Ja, wat je soms ook kan hebben. Hè. Ik heb het gevoel dat je wel op een spoor bent van ja, maar nee, dit is gewoon echt een schadelijke manier van denken. En voor mij is het ook, ik ben echt vanaf, ik denk een jeugd, misschien zelfs vroege jeugd, in de jaren 80 zo'n beetje, dat is er de bewustwording van dat Nederland een fantastisch land is, maar er zijn elementen die de fantastischheid ervan voortdurend aan het bedreigen zijn. Ja. En toen was de grote dreiging waren de centrumdemocraten en de centrumpartij. Ik weet nog dat ik daar tegen heb staan protesteren toen ik een jaar of 15 was. Toen er een paar gemeenteraadsleden van die partijen in de gemeenteraad werden geïnstalleerd. Dus dat het bezig zijn met racisme en het gevaar daarvan, dat is voor mij een soort rode lijn door mijn leven. Omdat het natuurlijk iets ook met mijn eigen achtergrond te maken heeft. Ja. En zeker sinds de echte grotere rechtspopulistische partijen zijn opgekomen. De PVV en de Forum voor Democratie. Daarvoor de LPF. Nou ja, goed, we kennen het hele rijtje wel. Zeker Geert Wilders heeft dingen geroepen die mij echt hevig verontrusten. Waarvan ik dacht, ja, op het moment dat je voor een bepaalde bevolkingsgroep uitzonderingen op de wet gaat maken, gaat zeggen, als die de wet overtreedt, dan gaat hij het land uit. Als iemand anders het doet, dan gaat hij de gevangenis in. Dan zit je te morrelen aan de grondslagen van onze grondwet eigenlijk. Het gelijkheidsbeginsel. Kortom, ik ben altijd daarmee bezig geweest. En ik vind het, mijn razernij zit hem erin dat de afgelopen 10 jaar ongeveer de strijd tegen racisme, maar ook de strijd tegen seksisme en de strijd voor LHBTI-rechten, dat die is overgenomen door een nieuw soort gedachtegoed. Niet helemaal nieuw, maar we kunnen de herkomsten van wel duiden. En dat heeft enorme populariteit gewonnen. En het is voor mij niet het onderwerp van dat activisme dat me stoort, maar de manier waarop het bedreven wordt, ja, waar ik echt razend van word. Dus daar zit het vooral voor mij in. En dus ja, het is inderdaad, de woede daarover is oprecht. En ergens heb jij natuurlijk met jouw achtergrond als half Marokkaans, half Nederlands, ergens ook weer een soort van gekke positie dat je er iets over mag zeggen of iets over kan zeggen zonder dat je die voorhandliggende reactie. Ik zou die voorhandliggende reactie krijgen van jij bent een Nederlander, geboren, getogen, hou je bek of zo. Ja, ja. En jij zit eigenlijk precies op dat snijvlak dat je als half Marokkaans kun je inderdaad zowel aangesproken worden door de minder uitspraak van Geert Wilders en daar iets tegen zeggen. En aan de andere kant zie je dat diezelfde mechanismen bij die radicale activisten op de linkerkant eigenlijk ook oplaaien. Ja, hoewel de woke activisten zullen zeggen dat ik geen enkel recht van spreken heb, omdat ik wel wit daaruit zie. Dus ja, is passing, dat zo? Passing for white. Is dat wat dat ben natuurlijk zegt, een man, cisgender, heteroseksueel. Dus ik heb alle eigenschappen, behalve mijn naam, heb ik alle eigenschappen mee die me ongeschikt maken om hier kritiek op te leveren. Dus ja, het is eigenlijk, maar ik begrijp wat je zegt. Ja, het maakt het voor mij net wat makkelijker om daar onverdacht in te zijn. Ja, nou ja, dat is in ieder geval, dat vind ik denk ik zelf interessant, omdat ik dus inderdaad nu het via de band kan spelen. Kan door jou vragen te stellen, kan ik nu hetzelfde zeggen zonder dat ik het hoef te zeggen, snap je? Dus ik ben benieuwd naar je. Dus nu moet ik alleen slimme vragen stellen en dan komt het vanzelf over tafel, snap je? Ja. Wat is dat toch? Jij zegt van, ik ben al mijn hele leven mee bezig. Dus voor jou begon dat al in de jaren 80. Ja, nou goed. Waar traceer je dat dan? Ik denk dat hoe moet ik het zeggen? Het is niet zo dat ik zelf de hele tijd met racisme geconfronteerd werd hoor, als kind. Maar ik ben opgegroeid in Amsterdam-Oost, een hele gemengde wijk, waarin het juist ogenschijnlijk best goed ging, al die verschillende culturen die met elkaar daar samenleefden. Daar werd ook vrij makkelijk over gesproken. Dat over die Turk van de Hoek, die Suriname van Driehoog. Weet je wel, dat soort manieren om over elkaar te praten. Gewoon op een hele relaxte manier. Waar niet zo heel erg op onze woorden aan het letten. Ja. Maar er was een idee, en ik denk dat dat ook ermee te maken had, dat de Tweede Wereldoorlog niet zo heel erg lang geleden was geweest. Natuurlijk, dat elke, er was een enorme voorzichtigheid, ik denk in grote delen van Nederland, om een etnische groep of een religieuze groep daaruit te lichten en daar kritiek op te hebben.
Met gewoon die herinnering daaraan van dit nooit meer. Je moet er daar heel erg beducht voor zijn. Uiteindelijk heeft dat tot een soort politieke correctheid geleid, die weer de tegenreactie van Fortuyn volgens mij heeft opgeroepen. Dat je helemaal niks negatiefs over minderheden zou mogen zeggen. Dat was die politieke correctheid, is denk ik daar wel uit voortgekomen. Maar ja, ik bedoel te zeggen dat het was wel een onderwerp dat leefde en waar ik me niet verschrikkelijk zorgen over maak. Maar het was wel iets wat, in ieder geval, ik was politiek bewust al vrij snel, denk ik, zeker 9 of 10 jaar oud. Dan ga je dat wel bijhouden. Ga je wel kijken, wat is dat nou die Jan Maat? Wat voor dingen roept hij? En kan dat groter worden? Of is het echt alleen maar een gestoorde figuur waar we ons niks van aan hoeven te trekken? Hoe zit dat? Dus ermee bezig zijn. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen daarmee. Ja. Ja, je had natuurlijk in Amerika al, ook in de jaren 80, is echt zo het decennium van de politieke correctheid daar. Hè? Dat heel veel kunstenaars die ik dan goed vind en die ik in die tijd volgde, die daar fel op waren. Van, toen was ik zelf inderdaad tiener of zo, in de jaren 90. Ja. En was ik daar niet zoveel bezig met de politieke correctheid van Amerika in die zin. Maar nu, met terugwerkende kracht, zie ik wel dat daar inderdaad de eerste golf is geweest. En dat je nu daar die golfslagen van ziet. Hè? Dus het is nu een soort revival van de wat daar is begonnen. In een soort van het in een kramp schieten. Dat zie je ook in de films. En in dat er in één keer een soort moralisme in de film komt, die in de jaren 70 helemaal niet zo significant aanwezig is of zo. En in de muziek. En dan krijg je weer een soort van tegenreactie erop in de jaren 90. Dan wordt er weer meer afgerekend of zo, hè? Ja, het is interessant, hoe dat steeds weer in een andere vorm dan blijkbaar terugkomt. Er is een neiging om, als je een bepaald gedachtegoed hebt en je wilt het verkondigen, dat daarbij komt kijken dat je ook woorden gaat verbieden of manieren van spreken of wie er recht heeft van spreken of zo. Dat is allemaal interessante processen. Terwijl ik denk dat als je iets als samenleving wilt oplossen, samen een probleem, dan moet iedereen kunnen meediscussiëren. En moet je ook naar iedereen willen luisteren om een stap verder te komen. Ja. Je hebt het over extreem rechts en tegelijkertijd over dat woke gedachtegoed. Vat ik het maar even samen. Mm-hmm. En als je die op een weegschaaltje zou leggen, zijn dat twee bewegingen die dan, hoe zeg je dat? Ja, welke kant zou de weegschaal opslaan voor jou? Ja, voor mij persoonlijk is dat, is uiteindelijk heb ik een achtergrond waardoor als er een extreemrechtse partij hier echt aan de macht zou komen in Nederland, dan heb ik een probleem. dus voor mij is de keuze vrij simpel. Wil ik in een land leven waar mensen met een bepaalde etnische achtergrond minder welkom zijn, dan is het antwoord nee, ik wil niet in zo'n land leven. En ik wil dus niet dat zo'n partij aan de macht komt, politiek. En ik heb ook in bredere zin is het dat het nationalistisch rechtse gedachtegoed leidt vrijwel altijd ertoe tot een soort extremisering. En het trekt bepaalde groepen uit de samenleving altijd weer aan. Er zijn altijd weer neonaties die dan weer zich aangetrokken voelen tot dat soort gedachtegoed. En het komt er simpelweg op neer, als je nationalistisch bent en je omarmt één nationaliteit, het ware, en dan is iedereen die daar buiten valt onmiddellijk een soort zondebok, past er niet bij. Er is iets in dat denken dat extremisten aantrekt. En dat zie je de afgelopen decennia door heel Europa, in ieder geval door de hele westerse wereld, overal waar populistische, nationalistische partijen opkomen, trekken ze ook extremisten aan. En slaan ze vaak ook steeds verder door in hun denken en hun uitspraken. Dus in de kern is daar zoiets mis met dat gedachtegoed. Daar zal ik nooit in mee kunnen gaan. Dus als ik een keuze zou moeten maken met een pistool op mijn kop, dan kies ik voor bijeen. Dat is interessant. Ja. Dus je zou dus in die zin wel bijeen kunnen stemmen als je tegenwicht moest bieden tegen. Ja, het moet heel ver komen dan. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik het zelf zie als twee, inderdaad, dus
je kunt, als je het helemaal terug herleidt tot het fascistische denken. En dan Italië en Duitsland en uiteindelijk Hitler-Duitsland. Maar je kunt ook eenzelfde of een andere tak volgen via het linkse totalitaire denken. En dan kun je naar China of naar Rusland en de Russische revolutie en uiteindelijk Stalin. En de ene is een soort van top-down. Dan krijg je het fascisme, dat is een soort top-down geregeld, totalitair denken. Ja. En het andere is meer bottom-up, vanuit een soort linkse revolutie. En waarin inderdaad op zo'n soort kruispuntachtige manier iedereen onderdrukt. Ja. En dat is ook een vorm van totalitair denken. En dus omdat ik zelf geen Marokkaanse achternaam heb, ben ik ook niet zo bang voor. Ik zie Baudet meer als een soort van Joker of zoiets. Ik ben niet zo. Maar het zou heel anders zijn misschien als ik zelf een Marokkaanse achternaam had. Waarschijnlijk zit daar bij mij een soort van blinde vlek of zo. Maar ik denk dan van, voor mij zou die weegschaal dus perfect in het midden blijven hangen of zo. Dan denk ik van, ik zou graag willen dat veel meer mensen zouden inzien dat beide versies even verpletterende en verschrikkelijke gevolgen zouden kunnen hebben. Ja, of zo. Ja. En wat ik dus interessant vind in die zin. Dus ik heb het idee dat rechtse totalitaire denken, dat is, ligt voor heel veel mensen voor de hand. Hè? Dat wordt er gewoon met de paplepel ingegoten. Maar dat linkse totalitaire denken is een soort blinde vlek. Ja. En dat is iets waarvan mensen de ogen zouden moeten openen. Van ja, dat kan dus precies even erg zijn als rechts totalitair denken. Ja. Dat is hoe ik er inmiddels naar kijk. En, maar goed, dat wordt als redelijk radicaal standpunt gezien. Maar voor mij is het van de normaalste zaak van de wereld. Dat je het beide moet voorkomen. Ja, dat je in dat midden, in dat redelijke midden moet terechtkomen. Ja. Zo. Ik denk ook dat, zeker in Nederland, vind ik dat een, ik noem mezelf een ouderwetse linkse jongen. Maar mijn grote teleurstelling in links is geweest dat zij een aantal hele belangrijke onderwerpen hebben laten liggen. En rechts is daarop gedoken. En dan denk ik, in essentie gaat het dan om vrijheid. En vrijheid van meningsuiting. Dat zijn twee zulke intens fundamentele zaken voor een vrije democratische samenleving. En daarin heeft links echt het laten lopen in de jaren 90, denk ik. En, dat is voor mij heel fundamenteel. Juist ook uit zorg voor het feit dat ook links gedachte goed kan extremiseren en tot onderdrukking en kan leiden. En dat gebeurt op het moment. De eerste stap is woorden gaan verbieden en bepaalde kunstenaars gaan verbieden. Of zeggen dat ze eigenlijk niet thuis horen in dit artistieke landschap. En dan moet je altijd oppassen dat je niet naar symptomen gaat wijzen en zegt, dit leidt altijd tot onderdrukking. Maar ik denk dat je wel voorzichtig moet zijn. Ja. Dat je al in een vroeg stadium voorzichtig moet zijn. Kijk, je hebt nu bijvoorbeeld van die mensen die roepen, cancelcultuur, dat bestaat helemaal niet. Dus, dat valt allemaal reuze mee. Die hebben gelijk vaak. Maar er ontstaat een sfeertje. En daar gaat het om. Dat er een sfeer ontstaat waarin je niet zomaar meer alles kunt zeggen. Want dan krijg je zo'n lading kritiek dat je het volgende keer uit je hoofd laat om dat te zeggen of te maken. Of op een of andere manier de wereld in te slingeren. Ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn. En altijd moet zien te voorkomen dat dat gebeurt. En altijd die vrijheid benadrukken. En wat bedoel je met ze hebben gelijk? Als mensen zeggen cancelcultuur bestaat niet. Ik vind dat altijd een redelijk absurde uitspraak. Ja, ik vind het ook een absurde uitspraak. Maar het gaat erom van dat je, weet ik wel, als ik wil zeggen dat een biologisch geslacht bestaat. Vrouwen zijn vrouwen, mannen zijn mannen. En dan heb je inderdaad trans mensen die zich anders voelen. En dat is allemaal hartstikke prima, maar ze moeten niet gaan beweren dat ze echt een vrouw zijn. Stel dat ik dat zou zeggen nu. Ik doe mijn boeken blijven wel verkopen. En misschien krijg ik een paar doodsbedreigingen uit de transhoek. Ze gaan mijn boeken verbranden, weet ik veel. Ja. In het extreemste geval, hè, natuurlijk het J.K. Rowling geval. Wiens boeken, Harry Potter boeken daadwerkelijk werden verbrand op een zeker moment. Absurd. En zij is natuurlijk ook nog steeds. Ze spreekt zich nog steeds uit. Ze heeft nog steeds mogelijkheden om haar ideeën te verkondigen. En dat blijft ze ook gewoon doen. Dus, dus in die zin kun je zeggen, ze is helemaal niet gecanceld. Ja. Maar er gaat natuurlijk wel een dreiging van uit. Van die bedreiging aan haar adres. Zij kan het wel leiden waarschijnlijk. Maar er zullen heel wat mensen met minder geld of minder roem zijn. Die denken, jezus, dus als je dit soort dingen zegt,
dan komen ze achter je aan. Ik denk dat het in die zin bestaat, dat als, zoals ik cancelen zie. Hè? Mm. Dus je hebt hier in Amsterdam bijvoorbeeld die zaak van Julian Anderweg gehad. Ja. En die staat dan in de NRC. En binnen 24 uur wordt hij, maar ook iemand anders die in de krant genoemd is, daar worden alle contacten mee verbroken. Ja. En ik heb dat gewoon in Amsterdam hier letterlijk zien gebeuren, omdat ik heel veel mensen in die hipstercultuur inmiddels ken. Ik woon hier nu 4 jaar, maar dan... Ja. Op een gegeven moment zie je gewoon die eerste graad mensen gaan eraan. Die tweede laag, die derde graad, die vierde, die vijfde. Al die ringen van mensen eromheen. En iedereen wijst naar iedereen. Jij bent nog niet verbroken met die. Jij bent nog niet verbroken met die. En uiteindelijk ken ik iemand die gewoon terug naar zijn moeder moest verhuizen. En moest onderduiken. Terwijl dat heel arbitrair is. Of die daadwerkelijk, dat weten we nog helemaal niet. Of hij daadwerkelijk schuldig is of niet. Ja. Maar het wordt alvast preventief soort van gecanceld. En op die manier bestaat cancelcultuur, denk ik. En als je dat toepast op... jij zegt J.K. Rowling. Natuurlijk, die Harry Potter boeken worden verkocht. En die films die blijven gewoon op Netflix staan. Dus in die zin bestaat cancelcultuur ook niet. Maar ik zou zeggen... Ik zie inmiddels, iemand zei ooit van cultuur moet je zien als eigeel en eiwit. We zitten allemaal aan het eiwit en iedereen wil aan het eigeel terechtkomen. Dat wat ertoe doet en waarvan iedereen vindt dat het ertoe doet. Zeg maar. Ja, ja. En volgens mij is dat wat er dus gebeurt met cancelcultuur. Is door die morele reprimande worden mensen van het eigeel, die in het eigeel zitten, worden naar het eiwit verbannen weer. Ja. En dat bestaat wel echt, snap je? Ja, ja, ik denk dat het inderdaad, kijk, jullie aan de weg bijvoorbeeld... was op dat moment nog niet in kunstkringen wel bekend, maar daarbuiten, het was geen household name, zou ik maar zeggen, in Nederland. En dat is inderdaad precies het gevaar waar ik... dat is wel het gevaar. Kijk, hij was geen J.K. Rowling van de kunst, als het ware. Nee. Als hij dat wel was geweest, dan had hij kunnen denken, nou ja, dan verbreken jullie toch allemaal de contacten. Ik blijf mijn werk wel maken, ik blijf het wel privé verkopen, of ik heb mijn huis nog, ik heb mijn geld nog. Er is een, er zit ook echt een financiële component volgens mij. Hele banale kanten zitten eraan. Kun je je leven en je werk op een normale manier voortzetten. Ja. Terwijl je helemaal geëxcommuniceerd wordt. Ik denk dat op dat niveau speelt het wel degelijk. En dat is precies een niveau waar de zorg wat mij betreft ook zit. Uiteindelijk kun je natuurlijk altijd denken van ja, daar gaat het allemaal niet om. Of zo. Maar ergens is het natuurlijk een totale schizofrenie. Want... Het gaat daar wel om. En mensen, het gaat om reputatie. Het gaat om mensen die hun vrienden, hun contacten verliezen. Die sociaal geïsoleerd worden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook waarom het activisme is. Ja. Activisten die snappen natuurlijk... We moeten ergens als een soort piraten... tussen die kieren van die samenleving gaan zitten. Want dan gebeurt er iets. Ja. En er gebeurt dus ook iets. Dus ik snap natuurlijk dat het allemaal relatief en betrekkelijk is. Een soort culture war. Dus het is een oorlog in ons hoofd. En niet een echte oorlog met bloed en ingewanden. Ja. Maar dus niet dat het geen gevolgen heeft of zo. Hè? Nee, zeker. En ik denk inderdaad dat er meer in het algemeen zoiets ontstaat. Dat het beeld van dat op het moment dat je ook maar enigszins moreel over de schreef gaat. In wat voor opzicht dan ook. Dan is dat altijd het gevaar. Dat iedereen meteen, tak, 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 handen er allemaal vanaf. Ik zou denken, ik ben schrijver. Ik heb een uitgever. Stel dat ik in een of andere rel terecht zou komen. Dan zou ik hopen dat mijn uitgever het contact met mij houdt. Juist om te zeggen, jongen, in wat voor nest heb je jezelf gestort? Wat heb je gedaan, man? En kom daar eens over praten. En kunnen we je op de een of andere manier helpen om hier iets aan te doen aan de problemen die je hebt of zo? Maar dat is heel raar, dat dan iemand die gecanceld wordt op zo'n manier... die verliest ook de mogelijkheid om gedrag, dat verkeerd gedrag te herstellen... om zichzelf te verbeteren, om werk voor wat te doen. Dat verbaast me. Dat kijk, hoe moet ik het zeggen? Iemand die echt een misdaad begaat... die in de gevangenis belandt of een taakstraf krijgt... die wordt in principe ook weer geholpen op weg... nadat de straf is afgelopen. Ja. Hoe krijg je je leven weer terug? Hoe kun je weer een nieuw bestaan opbouwen? Hoe kun je er eigenlijk voor zorgen dat je voorkomt dat dit nog een keer gebeurt? Ja, dat is het hele Nederlandse systeem op ingericht, hè? Ja, ja. En dat is natuurlijk fantastisch, want mensenleven is heel erg lang en we maken allemaal wel eens een fout. En hopelijk niet een misdadige fout, maar als het toch gebeurt, als je een misdaad pleegt, dan zou het best eens kunnen dat je je leven heel graag zou willen verbeteren. En
als dat nooit meer kan, als je leven eigenlijk definitief voorbij is, dan is een hele kwalijke zaak, zou ik zo zeggen, inhumaan. En nu zijn heel veel mensen natuurlijk een soort eigen rechtertje aan het spelen op het moment dat je mensen online gaat zitten veroordelen. En iedereen trekt inderdaad zijn handen ervan af. Iedereen gaat onmiddellijk mee in dat oordeel. Dan is er geen reclasseringsdienst voor zo iemand, ja, die klaar staat om te helpen. Van, hoe kunnen we dit probleem nou oplossen? Ja, dat merk je. Dus ik denk dat... want er zijn heel veel misverstanden over al die... bijvoorbeeld die Julian Anderwegzaak. Ik heb er een paar keer wat uitspraken over gedaan. Maar dan lijkt het dus alsof je zijn daden verdedigt. Maar dat is helemaal niet in mijn geval dan het geval. Ik ben gewoon bezig met inderdaad een zuiver principe verdedigen van dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen wordt, in dit geval. Of, ja. Omdat ik gewoon uit eerste hand weet dat in ieder geval één iemand van die in die situatie ook zat, een heel ander verhaal vertelt dan dat NRC vertelt. Ja. En dat moet eerst worden uitgezocht. Die verhalen liggen zo ver uit elkaar dat je denkt, oké, wat is hier aan de hand? En niemand doet aan horen en wederhoren. En je denkt gewoon, oké, als we nu dat principe offeren, dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen wordt, dan zul je dadelijk zien dat krijgen we niet meer terug. En dan is het gewoon chaos. Dan kan iedereen op elk willekeurig moment van de dag getroffen worden door de bliksem. En dat is wat in die zaak zo helder is, weet je wel. Ja. En dat is ook inderdaad... dit is dan natuurlijk een heel saillant verhaal, maar dit principe zie je overal terug. Ook in de woke-discussie en ook inderdaad... ja, wat je eigenlijk ook in dat kruispunt laat zien. Hè? Dat je, als je eenmaal met die bril gaat kijken, dan kun je de bliksem laten neerkomen op iedereen. Ja, ja. Ja, het is grappig. Het is ook de... Er is ook iets wat me intrigeert, is hoe makkelijk een groot deel van de mensen daar dan in meegaat, kritiekloos. Ik denk dat bijvoorbeeld waarom dat woke gedachtegoed zo aanslaat in verschillende landen, maar in Nederland zie ik het van wat dichterbij gebeuren natuurlijk, is dat je heel veel, volgens mij, hele lieve, progressieve mensen hebt in het land die niet racistisch willen zijn, die niet niemand willen uitsluiten, niet seksistisch of whatever willen zijn. En die merken van, dit is nu de nieuwe manier om daarmee om te gaan met zulke problematiek. Wij staan inhoudelijk aan dezelfde kant. Dus laten we dan maar meegaan in de manier waarop het discours gevoerd wordt. Ja. En daar zit het. Ik denk dat daardoor ook bijvoorbeeld dat activisme in de cultuursector en in de universitaire wereld behoorlijk voet aan de grond heeft gekregen. Omdat ze, zeker in de cultuur, ze zitten allemaal van die lieve linkse mensjes. Ja. Die geen vlieg kwaad willen doen, blijkbaar. En gewoon een mooie theatervoorstelling willen maken of iets in die trant. En dan, ja, die allemaal wel meer of meer aan de goede kant willen staan. En dan dus ook niet kritisch willen zijn op het soort activisme dat wordt voorgesteld. Maar gewoon denk van, we moeten misschien maar gewoon gaan luisteren nu. Want ja, jij schreef ook in een van je stukken dat... op een gegeven moment had je een hele scherpe boekrecensie geschreven over een bundel Zwart. Ja. Daarvan schreef je dat een racistisch uitgangspunt was. Dat je op die manier een boek maakt. Ja. Daar zit dan die heel mooi, dan vind ik, die paradox in. Kun je dat nog... Ja, dat stuk, waar ging het over? Ja, dat was een twee redacteurs, of tenminste de samenstellers van die bundel, meenden dat er te weinig zwarte stemmen, dat is ook wel een geweldig begrip ook, in de Nederlandse literatuur te horen waren. En zij wilden die stemmen wel laten horen met die bundel. Dus daar staan denk ik 15, 20 essays, korte verhaalachtig. Ja, meestal zijn ze heel autobiografisch. En in vrijwel al die verhalen is een totale obsessie aan de gang met het zwart zijn en het wit zijn van de ander. En dat voortdurend, en als je het allemaal op een rij zet, krijg je echt een soort heel raar wereldbeeld stijgt daaruit op. Daarom heb ik het een racistisch pamflet genoemd. Want dat is ook nog allemaal voor het grootste deel allemaal verschrikkelijk geschreven. Dus ik dacht, dit is het dus. Nu geldt alleen nog je huidskleur, maar niet of je ook nog daadwerkelijk een verhaal kunt schrijven of niet. Dat is nou precies wat je niet moet hebben, volgens mij. Als je
een betere representatie wil van zwarte mensen binnen de literatuur, dan moet je niet gaan zeggen, nou, het maakt eigenlijk geen reet uit wat je schrijft, als je het maar hebt over het feit dat je zwart bent. Hoe rammelend die zinnen ook zijn, whatever, jongen. Kom maar weg, geef het uit, want we willen meer zwarte stemmen. Dat slaat helemaal nergens op. En hoe het nou precies werkt in de literatuur, weet ik eigenlijk ook niet. Maar je hebt bijvoorbeeld in de jaren 90 had je opeens een golf Marokkaanse schrijvers. Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Naima El Bezaz. Vrij snel na elkaar kwamen die allemaal ineens boven water. Het was niet zo dat uitgevers zeiden van wij willen geen Marokkanen uitgeven. Ik denk juist, toen ze eenmaal die schrijvers eenmaal naar boven kwamen, dachten ze waarschijnlijk van, maar hier is blijkbaar een publiek voor. Laten we ze verwelkomen. Ik denk, kan me niet voorstellen dat er uitgevers zijn die denken, we gaan bepaalde groepen uitsluiten. Want die hebben niks te vertellen of zo. Als je een goede schrijver vindt, geef je hem natuurlijk uit. Ja. Welke kleur hij ook heeft, welke achtergrond hij ook heeft. Ja, en als je met uitgeverijen gaat praten, en dan hebben ze altijd wel een moment dat ze met veel sardonisch genoegen gaan praten over de, wat ze dan de slushpile noemen. Duizenden en duizenden manuscripten. Dan ze dan één pagina van lezen en denken nee. En dan weer een pagina nee. Ja. En dan, als je geluk hebt, dan wordt er eens in het jaar een één manuscript uit naar boven gehaald uit die stapel. En dat is dan goed. Ja. En met die insteek wordt literatuur gelezen en beoordeeld en gemaakt. Weet je wel? Dus wie dat dan ook is, als die pagina tot leven komt, komt die tot leven. En als je dat eenmaal weet, dan is het waanzin om te denken inderdaad dat er een soort idee achter zit. Weet je wel? Ja. Dat krijg je juist als je gewoon zegt van iedereen moet een pen krijgen en krijgt een kans. Dan krijg je gewoon, dan wordt het eigenlijk bijna integraal gewoon die slushpile gepubliceerd. Zeg maar. Ja. En dan krijg je een soort van heel slecht resultaat. En dat komt niemand ten goede, toch? Ja, dat denk ik niet. Nee. En maar dan blijft natuurlijk de vraag waarom ze een bepaalde groep in de samenleving hebben die wel blijkbaar de weg gevonden naar uitgeverijen. De Marokkanen in de jaren 90. Een jaar of 10 geleden had je ineens allerlei Turken die debuteerden. Er zijn Surinaamse schrijvers die wel in de Nederlandse letteren vertegenwoordigd zijn. Hier ging het daar dan vooral om Afrikaans-Nederlandse schrijvers in die bundel Zwart. Maar ja, waarom hebben die de weg niet gevonden? Ik bedoel, er zijn talloze verklaringen te bedenken. En ik zit nu al te twijfelen, want op het moment dat ik een bepaalde verklaring zou noemen hier, dan weet ik al dat ik alweer een halve racist word genoemd. Namelijk, misschien hebben die groepen om culturele redenen, om economische redenen, weet ik veel, andere artistieke voorkeuren dan precies het schrijven van een roman. Misschien zijn ze meer bezig met werk voor hip-hop produceren. Ja, nou, precies. Vooroordeel, fouten dat ik het zeg. Maar je moet volgens mij zo'n verklaring in ieder geval overwegen en kijken of daar een kern van waarheid in zit. En ik kan me heel goed voorstellen dat er bepaalde groepen zijn die juist denken van, die literatuur is niet voor mij of voor ons. Dus we gaan andere wegen zoeken om artistiek onszelf te uiten en aandacht te krijgen daarvoor. En moet je dat dan gaan forceren door slechte schrijvers in een verhalenbundel te zetten? Ja, ik weet het niet. Ik vind dus van niet. Ja, waarom is die manier van denken nou zo de verkeerde manier van denken? Dat is... Ja, weet je wat het is? Kijk, op het moment dat ik zoiets zeg van hip-hop, dat klinkt al heel snel naar dat andere vooroordeel van Afrikaanse mensen zijn zo goed met ritmes of zo. Weet je wat? Dat soort vooroordelen, daar kun je natuurlijk al heel snel tegenaan lopen. En die zijn ook, dat zijn ook verschrikkelijke clichés in zichzelf alweer. En racistische clichés ook. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Tegelijkertijd is het ook weer zo. Dat is waar. Veel zwarte mensen die ik ken, die daar ook een beetje lachen om witte mensen die geen ritmegevoel hebben en geen swagger, weet je wel. Dus ook aan die kant bestaat blijkbaar, die vooroordelen zijn er ook. Alleen als ik het zeg, is het verkeerd. Als zij het zeggen, is het oké. Okay. Als zij niggers zeggen, is het oké. Okay. Als ik niggers zeg, mag ik dat eigenlijk niet doen. Mag ik niet meezingen met hip-hop hits uit de jaren 90, waarin nigger gezegd wordt. Maar dat is wat ik aan het begin bedoelde. Van jij kan dan weer net iets meer vanwege je achternaam, toch? Ja. Jij komt toch net een beetje weg met die... Ja, met nigger kom ik ook niet weg, geloof ik. Nee. Maar het is wel echt waar dat je dat allemaal mee moet nemen. En überhaupt, waarom zou de literatuur belangrijkere culturele output zijn dan hip-hop? Dat vind ik ook helemaal niet. Nee. Het is gewoon allemaal
cultuur. En je hebt, ja, waarom zou je dat allemaal gelijkelijk over alle disciplines moeten verdelen of zo? Alsof het gewoon een soort van UNICEF poster is. Okay. Dat is een totale waanzin. Ja. Of een Star Wars poster of zo. Weet je wel, zo van. Ja. Van, we hebben in de literatuur en in de, en dan moeten dan ook allemaal witte mensen gaan hiphoppen of zo. Of wat, dat hoeft dan weer niet. En je hebt ook, maar je hebt ook inderdaad, je hebt counterculture, hiphop. Je kunt ook het hebben over straatcultuur of over graffiti of over allerlei vormen. Maar überhaupt muziek, hè? Dus als je kijkt naar R&B of blues of jazz of gewoon die hele, als je dat helemaal traceert, daar hebben altijd heel veel mensen van allerlei etniciteiten in geëxcelleerd natuurlijk. Ja, ja, ik denk dat dat zeker een geval is, omdat het is in zichzelf al een soort protest tegen de status quo als je daar je op die manier uit. Ja. En de literatuur is sowieso, ik bedoel, toen ik op de middelbare school zat, was niemand echt had niemand de geest van ik wil later Harry Mulisch worden of zo. Weet je wel? Dat is gewoon een soort van. Ja, een bepaald soort. Ja, dat vergt nogal iets om te zien dat dat je vorm is waar je jezelf in wil uiten of zo. Ja. Nu zijn er allerlei infiltranten in de literatuur die het van binnenuit willen. Ja, ergens willen kapotmaken doordat ze het idee willen installeren. Dat iedereen altijd overal evenveel kans moet mogen maken op die literatuur of zo. Ja. Ja, en dat moet dan ook weer met een heel pakket aan regels van wie waarover mag schrijven. Dat is natuurlijk ook weer een hele discussie die daarbij uit voortgekomen is. En inderdaad, ik herinner me dat rond die bundel zwart, zo'n discussie inderdaad ontstond. En een paar mensen van de Groene Amsterdammer, die gingen toen eens turf. Ik denk van de afgelopen 10, 15 jaar, hoe zit het nou echt met de vertegenwoordiging van mensen met een andere etnische achtergrond in de Nederlandse literatuur. En ik werd toevallig zelf ook meegeteld in dat lijstje. En ik dacht, ja, maar hoe tel ik dan? Tel ik voor een halve punt? Hoe zit dat dan? Maar dan ben je nou ook ineens. En dat is het probleem met wanneer je zeker die inclusiviteitscriteria helemaal gaat nalopen. En dat de representatie helemaal correct moet zijn. Een afspiegeling van de maatschappij. Dan beland je, als je dat gaat doordenken, in een absurd spel van wie dan wel en hoeveel procent van de mensen moeten we dan die kleur hebben en wie moet die etniciteit hebben en wie moet die seksuele voorkeur hebben. En hoe zit het met de mensen die ertussenin zitten? Dus het wordt krankzinnig. En het is ook krankzinnig om op zo'n manier over kunst na te denken, vind ik. Ja, dat het helemaal moet kloppen. In jouw boek heb je dat ook op een hilarische manier toegepast door kleurcodes heel precies toch in het absurde te trekken. Door echt zo precies de kleur zoals dat gemengd wordt op te schrijven, toch? Ja, ja. Zoals het in de, voor drukkers heb je van die CMYK-codes inderdaad. Die precies de verhoudingen rood, geel en blauw aangeven. En nog zwart, zwart tinten, grijs tinten. En dat levert een code op. En dan kun je heel precies zeggen hoe, welke kleur iemand heeft. Ja. Alleen, de grap is dan weer in het boek dat natuurlijk helemaal niet, zelfs voor één individu al niet telt. Want hij doet dat bijvoorbeeld, je hebt een soort een tooltje op zijn computer heeft hij, waarmee hij prikt hij in een foto en dan geeft hij, dat tooltje geeft dan precies de goede code weer. Maar als je een foto neemt van bijvoorbeeld Barack Obama en je prikt dus zijn neus, dan krijg je een andere code dan wanneer je op de plek waar hij zich geschoren heeft prikt. Wat weer anders is dan zijn wang of zijn voorhoofd. Dus zelfs binnen één individu bestaat helemaal niet één huidskleur. Ja. Dus ja, dat is wel inderdaad een soort symbolisch voor hoe absurd het wordt als je het echt helemaal tot in detail gaat zitten uitdenken. Ja, ja, ja. Dus dan zie je eigenlijk de oneindigheid van die discussie. En dan zie je ook hoe onzinnig die is. Ja. En ik heb ook al het idee dat, wat nog een ander argument is, is dat je er als schrijver ook helemaal niks aan hebt om op die manier een podium te krijgen. Want dan is er altijd de verdenking dat je dat podium hebt gekregen vanwege dat je zielig bent. Ja. En dat is ook niet. Dus ik heb altijd het idee dat de echt goede literatuur, dat zijn allemaal mensen die zeg maar door het canvas heen gescheurd zijn, of die door een vorm heen gebroken zijn, of die echt in een, ja, die in, ja, in dat eigeel terechtgekomen zijn, waarbij ze, hoe ga ik dat nou uitleggen? Waarbij je dus, ja, ik weet dat je ook een bewonderaar van Philip Roth bent. Ik vind dat een hele goed voorbeeld.
ten eerste om... Ja, wacht, dat ga ik dadelijk zeggen. Maar omdat die ook in jouw boek, bedoel ik, onder vuur komt te liggen. Hè? Mm. Dus dat is dan een maker die je zou moeten cancelen, tussen aanhalingstekens. Terwijl Philip Roth is juist een schrijver, naar mijn idee, die echt ergens doorheen gebroken is. En die ook literatuur maakt op een bepaald, vanuit een soort eerlijkheid naar zichzelf, naar de wereld. Een bepaald nietsontziende blik. En ik heb wel het idee dat elke schrijver daar uiteindelijk wil uitkomen. In dat gebiedje waar je eigenlijk dat al die gesprekken... Waarvan je zegt, al die gesprekken tot daar aan toe. Maar nu maak ik literatuur. En de stem die van het papier spat is een stem die eigenlijk juist helemaal vrij gevrijwaard is van al die vooroordelen en al die shit en al die dingetjes. Ja, ja. En dan ga je juist iedereen die tot die wereld wil doordringen beplakken met al die labeltjes en dingetjes. En dan in één keer ben je dus die afgevaardigde van jouw zielige taartpuntje of zo. Ja, ja, ja. En dat is juist wat literatuur bijna per definitie niet is. Ja. En dat is denk ik het grootste probleem wat ik ermee heb. Dat je de literatuur kapot maakt, letterlijk. Ja, want ik denk dat je hoe zie jij dat? Kijk, dat je dan ook, ik denk dat je dan vooral ook een soort opdracht voelt als je vanwege je labeltje een boek mag publiceren. Je een opdracht voelt om jou, de groep die jij vertegenwoordigt, dan ook in een goed daglicht moet plaatsen. Ja. En dat is nou net wat volgens mij kunstenaars geen ene fucking reet van aan zouden moeten trekken. Dat is inderdaad, daarom is Philip Roth een goed voorbeeld, omdat hij door zijn hele carrière heen alleen maar voor shit heeft gezorgd. En het begon met het moment dat hij als zijn eerste boek, Verhalenbundel, waarin hij eerlijk schreef over Joodse gezinnen. Op een moment dat kort na de, denk 10, 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog, dat het echt volkomen nat dan was om dat te doen. Ja. Die vuile was hoor je niet buiten te hangen. Ik denk dat het bij hem natuurlijk uit een soort, nou ja, dat is misschien iets wat later in zijn leven is gekomen. In eerste instantie is het natuurlijk gewoon verzet. Je kent de wereld waarin je bent opgegroeid. Je hebt er op sommige vlakken heel erg moeite mee. En je wil dat zo intens mogelijk beschrijven. Dat werd gepercipieerd door de Joodse gemeenschap waar hij het voortkwam als zelfhaat, Joodse zelfhaat. De self-hating Jew was hij. Ja. Dat is interessant, want ik denk dat hij nou juist heel liefdevol over dat Joodse milieu waar hij uit voortkomt, geschreven heeft. En hij heeft er ook zijn hele leven over geschreven. Dus het heeft hem geobsedeerd. Dat is interessant. Ik vind dat iemand die ook de minder fraaie kanten van zo'n gemeenschap laat zien, dat moet ook kunnen. En ja, dan loop je het gevaar inderdaad dat je antisemieten in de hand speelt. Maar zou je daarom dus je mond moeten houden? Dat is een interessant vlak van wrijving, geloof ik. Ja. Ja, hij heeft ook in die latere romans, die Zuckerman-romans, waarin hij een soort van avatar van zichzelf maakt. Ja. Die niet hemzelf is, maar ook een beetje wel hemzelf. En dan, daarin zit een scène, dat vond ik een hele mooie scène, waarin hij met zijn vader volgens mij over straat loopt. En dan zegt die vader zo van, we zijn natuurlijk heel trots op je succes. En we vinden het echt geweldig dat je de familie eer. Maar er zit wel een scène in. En zou je niet, weet je wel, kreeg die van de imam van om de hoek of zo. Is dat van die zoon van jou is wel heel erg uit de school aan het klappen. Zou je dat niet een klein beetje kunnen veranderen? En dan probeert die vader op een hele subtiele, beetje slangerige, kronkelige manier die zoon eronder te krijgen. Zo van, je moet niet onze vuile was buiten zetten, maar we zijn natuurlijk wel super trots op je. En dat laat hij heel mooi die dubbelheid zien, vind ik. En dus dan zie je, wat ik zo mooi vind aan zijn romans, is dat hij eigenlijk, als je die metalaagjes of die transparantielaagjes afpelt, er zit zo ontzettend veel in dat hij dus een soort van zelfspot ook weer heeft over zijn grote doorbraakromans en dan zichzelf weer opvoert als een schrijver die daar weer moeite mee krijgt thuis. Yeah. En ja, al die laagjes uierschillen die hij dan zo afpelt of zo, op een nietsontziende, genadeloze, eerlijke manier. Naar zichzelf, naar de wereld, naar alles, weet je wel? Ja, vooral ook naar zichzelf. Dat vind ik altijd heel knap. Dat die, want die, of nou Zuckerman is of Roth zelf geloof ik. Maar laten we het over Zuckerman, dat is iets duidelijker. Het personage hebben, die wil ook gewoon de goede zoon zijn. Ja. En ik denk dat, tenzij je een echt heel ernstig verstoorde relatie met je ouders hebt. Als je eigenlijk een liefdevolle jeugd achter de rug hebt, dan wil je ook gewoon een goede zoon zijn. En dan is het dus eigenlijk een heel moeilijk iets om als kunstenaar dan toch genadeloos over je ouders of over je milieu te schrijven. Ja. Die strijd laat hij ook mooi zien. Hij wil dat
ja, die beide dingen zijn eigenlijk. De goede zoon en de goede schrijver. En die gaan helaas niet altijd samen. Ja, en dan heb je ook nog de laag dat hij dan inderdaad vlak na die Tweede Wereldoorlog zit. Een beetje zoals met Reven, met de avonden. Hè? Dat je dus dat milieu laat zien, maar dan ook nog vanuit de Joodse gemeenschap in New York. En dan heb je ook nog dat New York de stad is waar je, ja, New York, waar je naartoe gaat om een soort van je ster te vereeuwigen of zo. En dan als Jood in dat milieu ben je altijd de Jood, zeker na de Tweede Wereldoorlog. En dit is dan ook zijn manier om te laten zien dat je dat ook wil ontstijgen of dat je wilt ontwortelen daaraan. Dus al die laagjes zitten daarin op een hele lucide, transparante manier. En dat maakt Philip Roth echt, naar mijn idee, magistraal. Alleen al om dat eerdere werk van hem, weet je wel. En dan, wat ik dan interessant vind, een van de meest hilarische hoofdstukken van jouw laatste roman, vind ik, dat zullen ongetwijfeld meer mensen hebben gezegd, is een scène waarin de boekenkast wordt doorgelicht van de hoofdpersoon. Ja. En dan moet alles eraan geloven. De woke politie die zegt van dit mag niet en dat mag niet en die moet weg en dat mag weg. Uiteindelijk worden die boeken ook uit de kast verwijderd. En dan krijgt hij een stapeltje nieuwe boeken zoals die zwarte publicatie wat net over hadden, stel ik me dan zo voor. En een van de schrijvers die er ook zwaar aan moet geloven is dan Philip Roth. Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over die scène en over die, ik weet niet. Ja, er is weer een van die workshops. En die workshops zijn altijd bij mensen uit de wijk thuis. Dit is dan bij hem toevallig thuis. En zijn boekenkast wordt inderdaad door degene die de workshop geeft, wordt eigenlijk geanalyseerd. Ze maakt een diagnose van wat spreekt hier uit deze boekenkast? En er spreekt toch vooral een mannelijk, heteroseksueel, koloniaal wereldbeeld uit, wat haar betreft. Met inderdaad van die bekende witte mannelijke, heteroseksuele schrijvers die ook veel over seks hebben geschreven, zoals Philip Roth en John Updike. Zij maakt dan zelf ook weer een fout door daar ook weer in te gaan lopen. Generaliseren trouwens door hem Philip Roth Wasp te noemen. White Anglo-Saxon Protestant, maar hij is Joods. Dus dat is ook alweer, dan geeft alweer aan dat ook dat gedachtegoed zelf al niet deugt. En eigenlijk te veel generaliseert. Maar er moet dan van alles aan geloven. En vooral de kinderboeken. Want het is dan volgens mij de titel van die workshop. Wat geven we onze kinderen mee? Dat is eigenlijk een spannend iets, vind ik zelf. Omdat als ik Jip en Janneke mijn dochtertje voorlees, dan ze is nu ietsje ouder, ze is nu bijna 5. Maar toch denk ik, toen zij vooral 2, 3 was, denk ik, vond ik mooi die boeken die ik zelf heb als kind natuurlijk heb meegekregen. Om dat ook aan haar voor te lezen. Maar Jip en Janneke is wel echt heel erg jaren 50, 60-achtige Hollandse spruitjeslucht kinderlectuur. En de rolverdelingen tussen dat meisje en dat jongetje zijn ook wel zo extreem stereotyp. Dat ik dat dan toch een beetje moeite mee heb. Dus ik kan me ook wel voorstellen van, ja, Jezus, wil je dit wel zo aan je kinderen meegeven? Ik ben een voorstander van het feit dat we Zwarte Piet afschaffen. Zwarte Piet komt daar de hele tijd in voor. Lees ik dat dan gewoon letterlijk zo voor? Of zeg ik Piet en niet Zwarte Piet? Dan zit je met dat metrum van Annemie Schmid, hè? Die staat heel goed in, dat metrum. En dan haal je het woord zwart. Sloop ik het, ja. Verschrikkelijk natuurlijk. Maar ja, het zijn vragen die ik mezelf dus ook stel. Wat wil ik mijn kind eigenlijk meegeven? Wil ik al van zo'n jonge leeftijd af dit soort stereotypen over mannen en vrouwen aan haar meegeven? Terwijl het al zo dik erbovenop ligt. Ze ziet op de crash en nu inmiddels op school wordt ze natuurlijk door andere kinderen beïnvloed. Dus al heel vroeg in haar leven, ik denk toen ze 2 was of zo, moest ineens alles roze zijn, weet je. Dan denk je, oh Jezus, je kunt je nog zo voornemen om een beetje open-minded op te voeden, maar dit zit er zo in. En kan ik er iets aan doen om het een beetje te temperen of zo? Het hoeft niet helemaal, voor mij hoeven de verschillen tussen jongens en meisjes helemaal niet opgeheven te worden. Ja. Maar goed, dus voor mij is het van, je begrijpt het wel, die gedachte. Als je Jip en Janneke leest, dan denk je, oké, dit is natuurlijk wel een interessant gesprek. Ja, ja. En maar dat is het inderdaad. De wrijving voor mij persoonlijk op het moment dat ik zo'n hoofdstuk schrijf, zit daar. Dat ik aan de ene kant denk van, je moet het nooit verbieden. En je moet nooit die boeken uit de kast gaan trekken en zeggen, sorry, dat kun je echt niet meer doen anno 2022. En dat is wat uiteindelijk wel gebeurt in dat hoofdstuk. De allerfoutste boeken worden inderdaad meegenomen. En hij krijgt de keurig politiek correcte kinderboeken voor in de plaats.
Maar het gesprek daarover, dat is wel interessant natuurlijk. Daar, en dat vind ik zeker waardevol om te voeren. En wat waren ook weer de argumenten bij Philip Roth in deze kruispunt? Volgens mij komt hij alleen maar in een opzommetje voor. Gaat het er inderdaad om dat het zo'n heteroseksuele witte man is van oudere leeftijd die dan graag schrijft over seks met jonge meisjes en weet ik veel wat. Ja. Ja, en waarom is het nou kwalijk dat Philip Roth eigenlijk op die manier met een vergrootglas wordt doorgelicht? Het is, daar zit ik over na te denken van. Ik denk dat het kwalijk is omdat je, ook bij hem is het interessant om die discussies te voeren volgens mij. Van hoe representeer je de groep waar je vandaan komt en wil je dat eigenlijk? Wil je wel een representant zijn als schrijver van de groep waar je vandaan komt? Of wil je een individu zijn? De onderwerpen die hij in zijn boeken aansnijdt zijn interessant genoeg om over na te praten en te denken. Maar in de eerste plaats is hij natuurlijk een fantastische stylist. Een geweldige verhalenverteller. En op het moment dat je op zo'n manier, zoals dat kruispunt, over een schrijver als Philip Roth gaat praten, dan heb je alleen maar dat labeltje man, heteroseksueel, oud, wit. En dat is eigenlijk, dat is iets gestold. Dat is waar hij niks aan kan doen. Waar hij wel iets aan kan doen, is het werk dat hij maakt. Daar heeft hij macht over. Dat kun je, dat is je creatie als schrijver, is dat. En, ik het voor mezelf zou moeten zeggen, ik heb niet gecreëerd dat ik een half Marokkaan ben. Dat is nou eenmaal iets, ik kan het ontkennen, maar het is nou eenmaal een feit. Dus dat vind ik ook het minst interessante aspect aan mezelf. Maar ik heb wel natuurlijk een jeugd gehad waarin ik regelmatig in Marokko ben geweest. En heel af en toe sijpelt er daar iets van in mijn werk door. En ik ben nu met een roman bezig waarin dat een veel grotere rol speelt. Dus het is niet iets wat ik helemaal kan negeren en ook helemaal niet wil negeren. Maar het is niet iets waar ik zo'n creatieve macht over heb. En daar begint volgens mij het interessante gesprek over literatuur. Waarom heb je de keuze gemaakt om dit te schrijven? Waarom heb je dat perspectief gekozen? Waarom heb je die stijl gehanteerd? Dat zijn wat mij betreft de interessante gesprekken. Dus dat waar de schrijver enige invloed op heeft gehad. En dat is niet het gesprek dat de kruispunt wil voeren uiteraard. Ja, je zou bijna denken dat inderdaad als je dus een soort van Philip Roth-achtig iemand zou hebben in de huidige tijd, dan zou die, als die zelf een donkere huidskleur heeft, inderdaad, dan zou je verwachten dat iemand zeg maar daaruit wil breken, uit dat juk of dat stigma wat Philip Roth ook heeft gehad met zijn Joodse achtergrond met net de Tweede Wereldoorlog achter de rug, bij wijze van spreken. Hè. Dus, en dan zou je weer denken van, hier is iemand die zich helemaal verplicht voelt om mee te doen met die woke onzin. Yeah. En die wil daarmee afrekenen. Of, yeah. En dan zou het weer proberen mee te dingen met wat literatuur altijd doet. Namelijk er doorheen breken en uiteindelijk ergens anders uitkomen dan waar je toe verplicht lijkt te worden door je sociale omgeving of zo. Ja. Ja, ik zie nog steeds uit naar de grote anti-woke roman van een zwarte schrijver. Dat is dat is het interessante. En niet dat het nou per se moet, want dat is ook alweer iets. Dat moet dan natuurlijk ook weer niet. Ja. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad een bundel zoals zwart, waarin iedereen het gedachtegoed dat erin verkondigd wordt, omarmt. Ja. En omarmt dat ze in een verhalenbundel staan en alleen maar geselecteerd zijn vanwege het feit dat ze zwart zijn. Dat is toch iets waar ik me in ieder geval inderdaad ernstig tegen zou willen verzetten. Ja. Ik heb één keer meegedaan. Volgens mij was ik net gedebuteerd in 2010, 2011 zal het zijn geweest. Een avond in de Bali over, ik weet niet meer wat het precies was eigenlijk. Maar in ieder geval stond ik daar in een programma met twee of drie andere Marokkaanse schrijvers. En ik dacht, shit, ik ben toch in de val getrapt. Want ik ben nu het Marokkaantje. Ja. Ik ben hier omdat ik Marokkaan ben. En ik heb toen echt me voorgenomen om dat nooit meer te doen. Ik dacht, ik wil alleen nog maar uitgenodigd worden vanwege wat ik maak. Ja. En als dat een boek zal zijn op een zeker moment over mijn half Marokkaans zijn,
dan wil ik daar heel graag over praten. Maar niet omdat ik een half Marokkaan ben. Dat is een, ja, en dan zie je meteen al hoe ergerlijk dat is, hè? Ja. Dus niemand wil dat natuurlijk. Ja. Dat je, het is niemand die inmiddels wacht. Die wil natuurlijk bekend staan als zijnde geselecteerd vanwege dat je nu eenmaal zwart bent en ja, een steuntje in de rug zou verdienen of zo. Je wil gewoon vanuit de, ja, de inherente kwaliteit van je tekst worden geselecteerd. Ja. En dat gelijkheidsdenken, dat zie je op allerlei manieren in de letteren terugkomen, toch? Het is ook een beetje, als je kijkt naar de, dat je dan gaat tellen hoeveel boekenweekgeschenken er door vrouwen zijn geschreven ten opzichte van mannen. Ja. Of met prijzen is nu ook heel erg een discussie, hè? Mm-hmm. Je hebt er ook veel regelmatig op gereageerd. Dat gelijkheidsdenken wat op allerlei manieren nu doorheen sijpelt. Ja. Hoe kijk je daarna? Ja, iets genuanceerder dan een idee over woke, geloof ik. Met, ik heb een jaar of 10 geleden, denk ik, een keer een essay voor Vrij Nederland geschreven in de aanloop naar de Boekenweek. En het heel bot gezegd kwam het betoog erop neer dat er ook in de literatuur een soort part-time mentaliteit onder vrouwen heerste. Dat ze alleen maar dunne boeken en niet experimentele en vooral allemaal hele recht alledaagse literatuur publiceerden. Het lag ook toen al genuanceerder dan dat. Maar ik heb er terecht ook veel kritiek op ontvangen. En het meeste daarvan was eigenlijk het totale onzin. Maar ik heb ook wel wat terechte punten toen aangedragen gekregen. Waar het mij om ging was dat er inderdaad eens in de zoveel tijd verschijnt er weer zo'n stuk over. Het is de verhouding is scheef in de literatuur tussen mannen en vrouwen. En ik dacht, waarom is er nou nooit eens een analyse over op welk punt dat dan begint? Want als je kijkt naar prijzen, oké, maar die prijzen die komen voort uit een groslijst. Alle boeken die in een jaar gepubliceerd zijn, alle romans, die komen in aanmerking voor de Libris bijvoorbeeld. Hoe zit het op die groslijst? Nou, daar is de verhouding al scheef. Dus is blijkbaar het aantal boeken dat gepubliceerd wordt, daar zit is de verhouding ook al scheef. Dus dan ligt het bij de uitgeverijen. Hoe kan dat dan? Want in mijn perceptie werken er zo ontzettend veel vrouwen in de uitgeverswereld. Als uitgever, maar zeker als redacteur ook. En de redacteuren zijn toch de mensen die nieuw talent aantrekken. Hoe kan het dan? Hebben die ook allemaal een soort seksistisch radertje in hun hoofd? Of is het misschien zo dat minder vrouwen zich aandienen als auteur bij uitgeverij. En daar begin je al op datzelfde herende vlak te komen als wanneer je zou zeggen dat literatuur misschien niet de kunstvorm is waarin zwarte mensen zich het best willen uiten. Uiteindelijk is het wel zo dat ik ben in contact gekomen met iemand die onderzoek heeft gedaan naar leesgedrag, recenseergedrag, hoe vrouwen in de literatuur zich manifesteren en hoe die carrières verlopen. En zeker in dat leesgedrag merk je dat lezers toch bepaalde ideeën hebben over wat echte literatuur is en wat een beetje damesverhaaltjes zijn. Als ik het zou moeten samenvatten, dan kun je eigenlijk zeggen dat vrouwen daar tegenaan lopen. Dat de ideeën over wat echte literatuur is, dat is toch het soort idee dat vaak aan mannelijke schrijvers wordt toegeschreven. En je kunt wel zien dat die scheefgroei die zit toch dieper verstopt dan je in eerste instantie zou denken. Het is ook wel zo dat vrouwen als ze debuteren, zeker de laatste jaren, is dat volgens mij bij debutanten redelijk gelijk verdeeld. Maar blijkbaar is het bij vervolgboeken, loopt dat dan toch weer scheef op de een of andere manier. Dus een heleboel factoren die in zoiets meespelen. Ik vind het een interessante discussie. Ik ben er ook nog lang niet over uit hoe dat nou precies allemaal in elkaar zit. Maar ik heb gewoon gemerkt bij vrouwelijke collega's dat een enorme frustratie is. Dat zij niet de prijzen krijgen, niet de aandacht die ze menen te verdienen krijgen. Dus dan is het als je het gevoel hebt dat je actieve tegenwerking ondervindt, dan wordt het wel een ander vraagstuk dan wanneer het bijvoorbeeld bij wat ik dus meende van zwarte schrijvers. Er is niemand die actief zwarte schrijvers weert. Welk punt dan ook. Dus het is allemaal niet actief. En het is gewoon een resultaat van de wereld die we, zoals we die hebben gecreëerd met z'n allen of zo. Dus dat is er ook het maf aan. Ja. Ik denk dat als je in oplossingen gaat denken, dan richt je op eenzelfde manier schade aan. Dan breng je schade
toe aan de literatuur op dezelfde manier zoals bij dat kruispunt het geval is. Zo. Ja. Dus ik, het is misschien vervelend dat vrouwen daar last van hebben. Maar het lijkt me ook vervelend om daar dan oplossingen voor te gaan bedenken. Zoals bijvoorbeeld van, nou, dan moeten maar de helft van alle prijzen naar vrouwen gaan of zo. En dan heb je een prijs gewonnen en dan denkt iedereen van, ja, die prijs heb je gewonnen omdat je een vrouw bent en niet omdat je een goed boek hebt geschreven. Dus het is totale... Ja, dat zijn niet echt oplossingen. Dat is denk ik wat ik bedoel. Dus je ziet hetzelfde probleem optreden. Ik denk dat je wel een soort, laten we zeggen, aanloopoplossingen kunt vinden. Dat is een paar jaar geleden, was een van die prijzen, die had geloof ik de... Het gebeurt volgens mij wel meer tegenwoordig. Dat ze voor de short of de longlist in ieder geval zeggen, we gaan evenveel vrouwen als mannen op de longlist zetten. Nou, komen weet ik veel 200 romans uit in een jaar. Laten we zeggen dat je 20 boeken op die longlist gaat zetten. Dan kan het gewoon volgens mij niet zo zijn dat je de kwaliteit helemaal uit het oog verliest. Er moeten gewoon 10 vrouwelijke schrijvers goed genoeg zijn om in ieder geval op de longlist te zetten. En 10 mannelijke schrijvers die ook goed genoeg zijn om op die longlist te zetten. Vanaf dat moment kun je dan de discussie echt puur op inhoud en literaire kwaliteit gaan voeren. Maar ik denk dat veel juries ermee kampen, dat ze zich niet realiseren dat iets is waar je op moet letten. Dat blijkbaar vrouwen minder aandacht krijgen of minder snel gezien worden als literair. Ja. Ik weet niet, zou het echt zo zijn? Ja, misschien is het wel echt zo. Ik weet niet. En nou, laat ik een heel ander voorbeeld geven. Ik heb een aantal jaar in de jury van de Johannes Vermeerprijs gezeten. Dat is een grote Nederlandse kunstprijs. Door het ministerie van Cultuur wordt die uitgereikt. En ik heb daar 3 jaar in gezeten. En bij ieder overleg dat we hadden, zeker telkens de eerste vergadering van een nieuw jaar, kwam het onderwerp diversiteit naar boven. Waar ik mijn gebruikelijke jeuk bij kreeg. Maar dacht, ja, het is wel goed dat we aan het begin van het proces een zo open mogelijke blik hanteren. Dat we kijken, ook onderzoek gaan doen van, zijn er gebieden waar wij gewoon niet zoveel, kunstgebieden waar wij als jury gewoon niet zoveel kijk op hebben. Hoe moeten we ons gaan informeren? Kunnen we in ieder geval hele open blik in het begin. En vanaf dat moment, als je dan een soort selectie hebt gemaakt, dan wordt het natuurlijk steeds nauwer. Bij elke volgende vergadering probeer je die selectie terug te brengen tot een kleiner groepje potentiële kandidaat voor die prijs. En vanaf dat moment moet het echt alleen maar om artistieke kwaliteit gaan, vind ik. Het pijnlijkste was het in het laatste jaar dat ik dat deed, is er zelfs in de laatste fase zat er zo'n woke iemand in die jury inmiddels. Dat het wel gewoon over de huidskleur van de kunstenares ging. En over de huidskleur van de mensen die afgebeeld stonden op de foto's die zij maakte, waar zij wereldberoemd mee is geworden. Ja. Ik dacht, dit is krankzinnig. Nu zijn we artistieke kwaliteit aan het koppelen aan huidskleur. Dat wordt bizar. Ja, want dat zou mijn vraag zijn. Als je zegt van, als je nu die argumenten geeft die beantwoorden aan de behoefte om mannen en vrouwen gelijk te trekken in de literatuur. Zit je dan niet op het hellende vlak van het kruispunt? En zit je dan niet al te denken in die oplossingen vanuit de gedachte, het is toch goed? En is dat niet ergens, ook al gun je iedereen het allerbeste, het begin van het einde, als je eenmaal daaraan gaat beginnen te morrelen? Dat zou de gewetensvraag zijn. Ja, ik denk dat dat dus, kijk, als het om een beslissingsproces gaat, dat het dan inderdaad gevaarlijk wordt. Maar als het om een verkenningsproces gaat, dan kun je wel van jezelf zeggen, bijvoorbeeld als jury, van, nou ja, misschien zijn er dingen waar wij niet genoeg oog voor hebben. En dat is zo. Iedereen heeft blinde vlekken en bepaalde voorkeuren. Het is ook helemaal niet erg als een week van een mannelijk jurylid voornamelijk mannen leest en nauwelijks vrouwen. Maar dan moet hij wel van zichzelf zeggen, oké, ik heb gewoon wat minder kijk op. Dus misschien moet iemand anders mij eens vertellen, wat is er zo allemaal te krijgen op dat gebied? Dat is de verkennende fase. En ik vind dat je daarin zo open mogelijk moet zijn. Ja. En beducht moet zijn voor die blinde vlekken. Maar vanaf dat moment. Dus dat gaat echt. Ik wil dat onderscheid wel maken. Wat mij betreft in ieder geval. In de fasering van zo'n proces. Ja. Ja, dat is interessant. Ik ben er nog niet helemaal uit. Mijn copingstrategie is eerder om dan zo'n prijs te relativeren. Ik denk dan gewoon van, oké, maar als je er echt over valt, dan moet je gewoon denken, hoe belangrijk is nou echt de Lipis Literatuurprijs? Het heeft enorme status, maar
is degene die wint ook echt de belangrijkste schrijver? Nou, nee. Of zo, hè? Dus, en hoe belangrijk is nou echt 50.000 euro? Ja, dat is ook niet het allerbelangrijkste van de wereld. En vind ik daadwerkelijk allerbeste schrijvers man? Dat vind ik ook niet. Ik bedoel, ja, een van de beste schrijvers vind ik John Didion. En dat is een vrouw. Nou, die zou voor mij de prijs kunnen krijgen. Of zo, ja. Als ik gewoon Philip Roth en... Weet je, je wil gewoon dat... Je wil natuurlijk dat elk boek in je hoofd... In mijn hoofd doet elk boek mee in een soort wedstrijd met alle boeken. Ja. En niet met de Nederlandse boeken van dit jaar. Dat vind ik al zo'n flauwekulwedstrijd, ja, snap je? Ja, ja. Dus ik breng gewoon alles met alles in botsing. En dan denk ik, wat komt daar als beste uit? En dan vind ik toch... En dan neem ik ook nog eens in mindering dat er is natuurlijk iets... Dat is een heel flauw argument, maar het is wel een argument voor mij. Dat mannen van oudsher in een cultuur bepaalde dingen moeten inzetten om te excelleren. Waardoor ze geaccepteerd worden in de sociale orde. Mm-hmm. En ik heb nu dan een jong gezinnetje en nu merk ik het. Ja, als ik gewoon sociale credit zou krijgen vanwege het feit dat ik gewoon vader ben. Dan zou ik heel makkelijk gewoon vader kunnen zijn, want ik vind het hartstikke leuk. Ja. Alleen, dat is niet zo. Ik word er niet op om erkend. Ik moet het ergens van halen. En natuurlijk ga ik, net als ik in de Romeinse cultuur een oorlog zou kunnen meedoen om een soort van speldje op te kunnen krijgen. Zo wil ik natuurlijk in de cultuur ook iets van die cultuur. Om, weet je wel, zoals David Bowie wil ook, zeg maar, die is ook reaching for the stars. Die wil uiteindelijk een van de sterren worden. En uiteindelijk kan hij dat met veel ironie ook weer en zelfspot over zichzelf zingen. Van, ik ben gewoon bezig met mezelf te vereeuwigen. Ja. Maar dat verlangen is een menselijk verlangen. En ik vind het niet gek dat vrouwen mee willen doen aan het spel. Maar ik vind het ook niet gek dat mannen hard om het hardst strijden in dat spel. Want dat is ook allemaal ergens onderdeel van hoe dat biologische is geregeld. Ja. En hoe we dat in de maatschappij hebben geregeld. En dan kun je allemaal wel gaan zeggen van, ja, dat is niet eerlijk. Ja, nee, dat vind ik ook niet eerlijk. Ja. Ik bedoel, ik vind me dan lief om het feit dat ik vader wil zijn. Snap je? We zitten allemaal in dat spel of zo, snap je? Ja. Dat mogen natuurlijk mannen en vrouwen aan meedoen. Maar het is een hard spel. Ja. Want iedereen is gewoon om het hardst aan het strijden. Om prestige en eer en erkenning. En ook om het leven te vertalen naar kunst. En om een kunstenaar te zijn. En om die gekke ervaring, hoe die binnenklapt, te vertalen. Weet je, op allerlei laagjes is iedereen gewoon... Maar wat als het spel... The game is rigged, zou ik maar zeggen. Wat was daar het schreef ik even als gedachte-experiment. Ik moet meteen denken aan een foto laatst van iemand... een transvrouw, dus iemand die van man naar vrouw is geworden... die een belangrijke, weet ik veel, gewichthefwedstrijd had gewonnen of zo. Je zag een foto en zij was ook nog ongeveer twee keer zo lang... als degene die dan net tweede en derde waren geworden. Glansrijk gewonnen, ja, omdat ze een fucking het testosteron mannenlichaam had. Ja. Maar de testosteron misschien wat inmiddels in wat terug is gebracht. Maar dat is een oneerlijke strijd op dat moment. En dat daarvoor kun je zeggen, ja, het is leuk. Het is nou eenmaal keihard. Dus het is pech voor die vrouwen. Het zou ook raar zijn als we een hele aparte categorie zouden instellen voor trans mensen bijvoorbeeld. Dus hoe moet je dat dan doen? Ik weet ook niet hoe je daar precies mee om moet gaan. Hoor. Maar dat is nu veel sporters zijn nu precies op dit gebied in opspraak. Want het schijnt ook zo te zijn in, weet je wel, dat die echte vechtsporten. Dat daar dus nu trans vrouwen die eigenlijk biologisch man zijn, enorme ravage aanrichten. Je kunt echt iemand helemaal slopen. Ja. Ja. En mensen die er echt verstand van hebben, die zeggen dat kan niet. Dat mag niet. Dit gaat een ethische grens over. Dat is ook het debat waar J.K. Rowling natuurlijk nu in zit. Ja. En helemaal op gecanceld wordt. Ja. Dit zijn hele lastige vragen. En dus, ik zou zeggen, zodra je helemaal blind meedoet met die ideologische tendens vanuit die woke en ook LGBTQ engagementen, dan krijg je dus hele rare paradoxen en Ik vind het ingewikkeld. Ik vind het echt per onderwerp en per zeg maar tak van van welk idealisme je nastreeft, is het denk ik er een beetje anders over. Dat is ik vind het, bijvoorbeeld dat die kwestie van de rol van vrouwen in de Nederlandse literatuur, daar weer andere ideeën over dan de rol van trans vrouwen in de sport. Ja. Het is heel complex dat je kunt ook
overal dezelfde mal op toepassen en zeggen van, nou, nu is het hier is het activisme oké, en daar deugt het van geen kant en dan gaat het het hellende vlak op. Ik denk dat ik het erbij haalde, ja. Omdat het wel, het heeft wat steeds terugkeert is het verlangen om vanuit een soort gelijkheidsideaal om die gelijkheid van bovenaf op te leggen. Ja. Dat zie je dus in vrouwen in de literatuur. Daar zie je dat terugkeren. Maar je ziet het ook bij woke. Je ziet het ook bij LGBTQ. En dus de witte man, tussen aanhalingstekens, de witte cisgender man, die dient een stapje achteruit te zetten en plaats te maken, ruimte te scheppen. Want er moeten meer kansen komen voor respectievelijk deze drie engagementen. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat de grote gemene deler is, die zoals ik hem zie. Ja. En dat is natuurlijk omdat dat op mijn bordje komt te liggen. Van hoezo moet dat, zo werkt het niet. Want ik denk, wat je wil, is hetzelfde. We willen allemaal hetzelfde. Ja. En we zijn er allemaal mensen in. Dus hoe kun je dat nou... Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort nulsomspel bijna. Ik bedoel, als er een beperkt aantal plekken is, dat er maar bijvoorbeeld een beperkt aantal prijzen te vergeven is. Als je wil dat meer vrouwen een prijs krijgen, dan komt het er automatisch op neer dat minder mannen hem krijgen. Ja. Dat is natuurlijk heel simpel eigenlijk. Maar, wat ook prima dus, is. Ja. Ja, het zou, ja. Ja, het zou prima zijn. Ik vind het ingewikkeld waarom dat nog steeds zo scheef loopt. Ik denk niet dat het alleen maar met puur literaire kwaliteit te maken heeft inmiddels. Het is als iets wat zo lang gaan is, waar blijkbaar zoveel mensen last van hebben. Maar toch loop je steeds aan tegen bijvoorbeeld, weet ik wel, critici van in de 60 die heren die al 40 jaar lang, laten we zeggen, de Onno Bloms van deze wereld, die nog steeds halleluja Jan Wolkers roepen. Ja, als je met zulke figuren te maken krijgt, dan snap ik dat je als vrouw wanhopig wordt en denkt van, ja, maar kom op, jij leeft met een wereldbeeld van 40 jaar geleden. En je zit in een jury. Ik noem Onno Bloem nu zomaar even als voorbeeld. Ja. Ik weet niet of hij daadwerkelijk recent in een jury heeft gezeten. Maar ik kan me voorstellen dat je als vrouwelijk auteur tegen zulke mastodonten aanloopt en dan denkt, godverdomme, wanneer wordt het eindelijk een keer anders? Maar dan zit het probleem toch gewoon heel letterlijk bij die Onno Bloem-achtige figuren. Ja. Dat is gewoon dan, maar dat heeft toch gewoon niet te maken met mannen of vrouwen, maar gewoon met Onno Bloem-achtige figuren. Ik bedoel, dat is toch veel preciezer te pinpointen, denk ik dan. Ja, dat hoop ik. Maar het is toch lastig als je zelf in de competitie zit voor een prijs. Ja. Dan kun je moeilijk zeggen, ja, deze jury deugt niet. Want Onno Bloem zit erin. Nou, dat kun je volgens mij wel betogen. Dat hij zegt van, ja, ik vind het gewoon een sukkel. Want die is zo aan het lullen over Jan Wolkers. Ik ben het met hem oneens. Dat vind ik dat zou ik gewoon een zuiver argument vinden, snap je? Want dat is hoe het in de letter altijd gaat. Ja. Het is gewoon hart tegen hart met subjectieve argumenten, omdat je hartstochtelijk bent over mensen die schrijven. Ja. Je wil niet dat het... Ja, ik weet niet, dus ik krijg het niet goed onder woorden gebracht, maar ik denk, dat is toch niet hoe je over moet praten. Je moet toch gewoon over die boeken zelf praten. En zoals we net eigenlijk over Philip Roth hebben gepraat, dat is toch hoe je over boeken wil praten? Ja, dat zou je zeggen, ja. Maar ja, we zijn natuurlijk ook weer twee witte mannen die hier tegenover elkaar zitten. Van, Nou ja, ik ga dus helemaal nooit mee in dat frame. Ik laat me nooit wegzetten als witte man. Nee. Bij LGBTQ zeggen ze altijd, don't assume gender. Dat is gewoon mijn weerwoord. Ja. Don't assume gender. Je weet helemaal niet wie ik ben. Ja. Je weet helemaal niet op wie ik val. Zolang ik niks zeg, weet je het niet. Dat kun je ook bij ras zeggen, don't assume race. Ja. Je weet helemaal niet wat mijn achtergrond is. Ja. Ik heb geen DNA-test gedaan. Je weet het niet. Ja. Ja, precies, ja. Het is zoals bij mensen bij mij altijd zeggen van, ja, ben jij echt een Marokkaan? Ja, serieus, ja. Ja, je ziet het alleen niet zo. Of je denkt het niet te kunnen zien. Het is haar, ja. Misschien nog even naar die kwestie Amanda Gorman. Dat is misschien nog leuk om na te bespreken. Kun je dat nog herinneren? Marieke Lucas Reineveld, die zou een vertaling maken van dat gedicht, The Hills We Climb, wat werd uitgesproken bij de ceremonie tijdens de inauguratie van Joe Biden, geloof ik. Ja. En toen kwamen daar ook allemaal activisten. En uiteindelijk heeft Marieke Lucas Reineveld een stapje achteruit gezet. Ja.
En mocht iemand anders dat doen, dat was de zaak, hè? Ja. En dat, en onder andere met de sensitivity readers, die hebben gezegd van ja, zij kan helemaal niet weten hoe je dat moet vertellen, want zij is niet een zwart iemand. Ja. Ja, dat is een. Laten we voor eerst eens vaststellen dat dat gedicht van die Amanda Gorman, dat is echt een draak van een gedicht. Ja, het is echt heel verschrikkelijk bombastisch. Ja. Cliché, van de clichés hangt het aan elkaar. Dat is een monsterlijk ding. Ja. Maar oké, het is een puur commerciële ingreep natuurlijk, dat een Nederlandse uitgeverij dan denkt, haha, die gaan we vertalen. Ja, groots op de markt brengen, want beroemd. Dat is even, dat vind ik dan weer een van de grootste. Ja, dat is even de terreurmechanisme van de literatuur. Dat er altijd zo bovenop roem ook gesprongen wordt. En ja. Dat daar dan snel geld uit moet worden gebeurd. Maar goed, dit terzijde. Ja, dat is een vreemd iets. En volgens mij dachten ze daar dan ook. Ik weet niet, natuurlijk niet wat die uitgeverij gedacht heeft. Maar die dachten, weet je, we nemen iemand die goed licht, misschien wel op dat woke gebied ook. Marieke Lucas Rijnveld, die zich als non-binair presenteerde. Ik denk dat zij dacht dat ze een hele politiek heel correcte keuze ja. maakte met haar. En ze is fantastisch. Ik moet hij zeggen nu, ga je alweer. Dat is een. Op de intersectie. Hij wil tegenwoordig hij genoemd worden. Ja. Dat is. Nou ja, dat vind is ik. Is dat zo? Ja. Ja. Ik vind het heel lastig, want ik de laatste keer dat ik hem zag, was ze nog redelijk non-binair. En eigenlijk voornamelijk, ik geloof niet dat. Ik heb haar in die tijd als toch meisjesachtig ervaren. Laat ik het zo zeggen. Maar oké, ik moet hij zeggen. Hij was dan. Ik kreeg inderdaad kritiek omdat hij niet de juiste achtergrond zou hebben. Wat natuurlijk. Het op zichzelf al volkomen belachelijk is. Omdat als het goed is, heeft geen één vertaler de achtergrond van de schrijver van het oorspronkelijke werk. Dat is nou juist waarom je het fucking vertaalt. Dat is het hele idee. Dat is gewoon het vak. Iemand die Tolstoj gaat vertalen, hoeft er geen 19.000 rust te schrijven. Christ sake, we hebben het over. Ja. Het is een compleet non-issue. Maar het is enorm opgeblazen. En later kwamen er allerlei non-argumenten bij. Dat Reineveld had een keer in een interview gezegd dat hij niet. Dat zijn Engels helemaal niet zo goed was. Oké. Maar dat is dan een achteraf argument om het nog. Hè, om de discussie een beetje te kunnen winnen of zo. Maar het sloeg in essentie helemaal nergens op. En kwamen ze uiteindelijk met een zwarte spoken word dichteres. Zaire Krieger. En die had het dan, de draak dan dusdanig vertaald dat het ook in het Nederlands een hele mooie draak was. Niet gepubliceerd nadat er is inderdaad eerst allerlei sensitivity readers ook nog overheen waren gegaan. Dus waar zij bijvoorbeeld, weet ik wel, volgens mij schrijft Amanda Gorman gewoon het woord slave en niet enslaved, niet het politiek correcte variant. En ze had zij dat dus vertaald als slaaf, maar dat vonden de sensitivity readers toch echt niet zo mooi. Dus moest het tot slaaf gemaakt worden, wat een totaal ander ritme is natuurlijk. Ja. En daar zie je ook al, dit activisme heeft geen enkele literaire gevoeligheid. Het is een. De lelijkste woorden worden onze taal ingesmokkeld. En er wordt geen acht geslagen op zoiets als ritme, wat in een gedicht zo ongelooflijk belangrijk is. Ja. Als het maar het politiek correcte woord is dat er gebruikt wordt. Nou ja, dit is ongeveer zoals ik de kwestie beleefd heb. Ja, tot slaaf gemaakt. En dat klinkt ook echt als een soort van verwrongen newspeak. Zo van, stel je voor dat die hele zinnen zo lopen. Van, de tot slaaf gemaakten kwamen tot de van mens gewordenen. En je krijgt gewoon een soort van totale waanzin. Was dat het conceptueel nog een raar iets is van. Is er een slaaf die niet tot slaaf gemaakt is? Ik bedoel, is er iemand vrijwillig slaaf geworden? Ik bedoel, dat is gewoon een. Natuurlijk ben je tot slaaf gemaakt als je slaaf bent. Ja, het is ook tot gemaakt heeft ook iets heel passiefs. Dat is ook heel lastig voor een protagonist. Dus het is ook nog eens, het ketent iemand ook helemaal vast aan. Dus ik geef ook les in storytelling en in schrijven. En dan, een protagonist is een handelend. Handelende personage. Ja. Het gaat om de handeling. Het gaat om een protagonisme. Dat is een pijl naar voren toe. En dan ben je tot slaaf gemaakt. En dat is een pijl naar achteren toe. Een ketende.
leidend voorwerp in een verhaal. Dus het is op allerlei niveaus is het gewoon niet literair, inderdaad. Ja, ja. Ja, het is heel erg. Pas wel in de huidige tijd en smaak. Ja. Even de allerergste boeken die ik... Ik heb die gelezen in de tijd dat ik aan een honger werkte. Dat is het boek van Dave Eggers, What is the What, geloof ik. Over een Soedanese vluchtelingen, jongen. Dik boek. Eén groot sentimenteel jankverhaal. Verschrikkelijk vond ik het. En ik vond het zo verschrikkelijk omdat... precies deze reden jij nu net noemt. Dat personage is eigenlijk gewoon een zielig jongetje. Dat nou eenmaal, nou goed, die mensen bestaan ook. Dat weet ik ook wel. Die wordt overvallen door een gruwelijke oorlog in het land waar hij opgroeit. En probeert dan wel te ontsnappen. Hij komt uiteindelijk dan in Amerika terecht. Maar het is allemaal heel passief. En van toevalligheden hangt het aan elkaar. En dus eigenlijk... En er is niks slechts aan hem. Dat heb ik me ook vreselijk aan kapot geërgerd. Dit is dus waar we het straks over hadden. Dat als je dan een zwart personage opvoert... dan mag je ook niks verkeerd doen. Want dan is het racistisch. Of dan bevestig je een racistisch stereotype. Terwijl een personage dat moreel compleet zuiver is... is het meest oninteressante personage dat je maar kunt voorstellen. Ja. Ja, dat is echt heel lastig inderdaad. Als je eenmaal daarmee begint... dan is het einde zoek, ja. Ja. En ik heb ooit eens een keer gehoord van iemand die een animatiefilm voor een bedrijf moest maken. En uiteindelijk moest er één poppetje, moest het kleurtje veranderd worden. Ja, er moest één zwart poppetje zijn en dan twee witte of zo. En dat was dan een bedrijfsfilmpje met iemand met een bedrijfshelm en een hamer die valt. En toen begon dat poppetje te schreeuwen naar het andere poppetje. Maar dat mocht ook weer niet, want nu werd er geschreeuwd naar het zwarte poppetje. Dan moet het andere poppetje... Eigenlijk is het echt zo eindeloos zoeken naar welk poppetje dan precies zwart kan zijn. En dan maak je dat poppetje dan zwart, maar dat is dan de leider. En dat was ook weer... Weet je, je blijft bezig als je op die manier gaat kijken. En dat is ook zo lastig aan. Weet je, als je in literatuur op die manier gaat kijken, hè? Ja, dat is ook gek. Het is ook rare meten met twee maten. Als ik in een roman een Nederlandse of een witte man een seksistische opmerking zou laten maken, dan zou dat eigenlijk wel prima zijn. Want dan is het gewoon een lekkere seksistische hond, die kerel. Ja. Als ik het een zwarte man zou laten doen, dan zou ik een stereotype bevestigen. Dat is daar gaat het eigenlijk al mis. Ja. Het gaat om, ja. Het personage in jouw roman raakt ook in opspraak in een interview vanuit het kruispunt. Ja. Omdat hij het N-woord gebruikt in zijn roman. En dan zie je ook eigenlijk al die clichés voorbij komen. Hè? Want dat, ja, de standaardverdediging zou zijn, een romanpersonage, ja, die kan alles zeggen. Ja. Het is gewoon de taal van dat romanpersonage. En de aanklacht van het kruispunt is dan... Ja, maar jij bent opgeschreven, dus jij bent die personages. Ja. Toch? Ja, dat is het raar. Ja, nou, wat vooral de klacht is van de mensen die daar in het publiek zitten, is dat het een traumatiserend woord is. Dat je gewoon eigenlijk niet zo voluit zou mogen afdrukken. Maar je moet er natuurlijk N-woord van maken, als je het al wil gebruiken. En dan is het toch al... Mag je het dan al gebruiken? Dat is natuurlijk de vraag. Maar als je het gebruikt, dan moet het... tot op een niet traumatiserend niveau worden afgekort. Wat klinkklaar onzin is, want het is een woorden zijn niet traumatiserend, punt. Ja. Maar dat gaat natuurlijk om macht. En dat debat speelt natuurlijk buiten het boek al heel veel jaren... dat wie mag het N-woord gebruiken. Ja. De talloze rappers die nigger dit, nigger dat zingen... en als een... witte voetbalcoach of zo. Wat was het ook weer een paar jaar geleden? Dat je zo'n kwestie... Die was daar in de Verenigde Staten... en had meegezongen met een van de hip-hop nummer. En had ook het N-word meegezongen voluit. Die is toen met hangende pootjes vertrokken... en excuses zag. Maar het is een heel raar... Het gaat allemaal om macht. Wie welk woord mag gebruiken. Ja. En het is een soort ik snap het ook wel van een onderdrukte... groep die probeert opnieuw macht te verwerven binnen een onderdrukkende wereld. En Amerika is daar natuurlijk wel nog een heel ander verhaal in dan Nederland, denk ik. Nu zei ik zelf ook heel politiek bewust het N-woord. Oh ja. In plaats van het woord waar ik naar verwijs. Ja. En terwijl jij dit zegt, denk ik van... het kan heel goed zijn dat je over 10 jaar de discussie krijgt... of je als witte man wel...
N-woord mag zeggen. Oh, ja, precies. Dus dat kan even goed een gevaarlijk woord worden. Want ja. Met diezelfde logica. Want het kan gewoon eindeloos opschuiven. Ja. Weet je wel? Dus je kunt, en dan kan je weer terug gaan bladeren. Van 10 jaar geleden heeft hij in die podcast N-woord gezegd. Ja. En dat is een verwijzing naar een traumatiserend woord. En de verwijzing is ook traumatiserend. Ja, dat is gewoon diezelfde logica. Ja, dat is het eeuwige eeuwig droste effect. Dat is zo maf aan. Dat is gewoon, en volgens mij zijn we dan weer terug bij iets wat je helemaal aan het begin al zei. Van, als ik het goed begrepen heb, waar het eigenlijk echt om gaat, is dat je gewoon niet moet beginnen om boeken te verbieden of om woorden te verbieden of wat dan ook. En dat is volgens mij de kern van de discussie. Als je daaraan begint, dan zit je op een hellend vlak van censuur. Ja, ja, dat is het ook precies met dat N-woord. Ik denk dat je een heel interessant gesprek kunt hebben over hoe dat bij zwarte mensen aankomt. En ik weet niet of ik zou niet zo heel snel meer neger zeggen tegen iemand. Hey, neger, hoe gaat het? Alleen als ik het over dit onderwerp heb, moet ik wel dat woord kunnen gebruiken. En slaat het nergens op om het af te korten. Want op het moment dat ik het afkort, weet toch iedereen wat ik bedoel. Ja. Dus het is een krankzinnig manier van discussiëren. Eigenlijk om mensen monddood te maken in zo'n discussie. En ik denk dat dat verkeerd is. Je moet mensen nooit monddood maken. Je moet dat gesprek aangaan en zeggen van, nou ja, luister. Voor mensen met mijn huidskleur is dit gewoon een heel naar woord. Het komt heel hard binnen. En je moet zelf maar weten wat je doet, maar ik zou het fijn vinden als je mij niet meer zo aanspreekt. Volgens mij heb je dan een heel goede basis voor een gesprek, toch? En ik kan me niet voor. Zullen er maar heel weinig mensen zijn die zeggen, ja, scheid aan jouw gevoelens. Ik blijf het maar de hele tijd gewoon gebruiken. Ja. Zeg ik tegen jou. Ja, ik denk dat de verdediging van de activisten voor dit aanpakken is, ja, maar 4 eeuwen slavernij verleden. Kolonisatie, imperialisme, misstanden, ongelijke verdeling van welvaart en uiteindelijk er moet gewoon iets veranderen en anders verandert er nooit wat. Dus dat is volgens mij de argumentatie. En dan zou mijn vraag zijn, en waarom is het dan toch belangrijk om met hand ten tand de vrijheid van de kunstenaar en de vrijheid van de schrijver en de vrijheid van de literatuur te verdedigen hiertegen? Ja, nou, er zijn denk ik heel veel redenen voor. Maar de allerbelangrijkste lijkt mij dat door het vrijheidsdenken, zoals het zich sinds de verlichting heeft ontwikkeld, heeft het zo kunnen zijn dat de slavernij afgeschaft is, zou ik zeggen. Dat heeft de filosofie op de gang gebracht en het humanisme in het leven geroepen, waardoor wij zijn gaan denken, zo kun je absoluut fucking loot niet met mensen omgaan. En uiteindelijk is het feit dat iedereen nu aan dit debat kan deelnemen, is het resultaat van de vrijheid die zo hard bevochten is in de loop van eeuwen. Dat we elkaar kunnen vertellen dat we niet neger mogen zeggen, maar N-woord, is te danken aan de vrijheid die we hier hebben. En je moet altijd beducht zijn op het inperken van andermans vrijheid. Want het hoeft maar dit te gebeuren of het komt als een boemerang naar je terug. En dan is jouw vrijheid ineens belemmerd. Dus elke activist zou zich dat in de oren moeten knopen. En denken, je moet nooit dingen verbieden. Je moet altijd in vrijheid over dingen in gesprek gaan. En nooit eisen dat je dingen gaat verbieden. Of mensen verbiedt een bepaald soort taal te gebruiken. Of een bepaalde gedachten te verkondigen. Dat is volgens mij de absolute essentie van nou, in ieder geval waar mijn razernij en eigen activisme vandaan komt. Ja. Waarom val je het fanatiek aan? Is dat omdat je je zorgen maakt? Of is dat omdat dat is dat een... Ja, dat is er wel, ja. De klakkeloosheid waarmee bijvoorbeeld in de culturele sector al die taalgidsjes ineens gepresenteerd worden van het correcte taalgebruik om, weet ik veel, invalide mee aan te spreken zonder dat je ze vanuit validisme beledigt. Ja. Ja, jezus. Het is zo gretig overgenomen. Daar schrik ik van. Want het is de correctheid is weer in dat opzicht beklemmend. En gelukkig leven we in een cultuur die zo vrij is nog steeds. Dat we dat ook. Dat ik daar kritiek op kan neerschrijven in een landelijk dagblad. Elke week weer, als het moet. Maar die vrijheid moet je steeds blijven in de gaten houden, denk ik. En verdedigen en beschermen.
Je hebt best wel veel gezegd en geschreven over Rushdie, toch? Ja. Die, misschien is dat iets interessants om nog even als voorbeeld aan te dragen. Ja. Nou ja. Je hebt hem ook geïnterviewd, toch? Ja. Ja. Ja, het is kun je het even vertellen? Ja, ik kreeg me dat. Waar zal ik dat eens insteken? Hij is voor mij altijd de verbeelding geweest van de. Eigenlijk precies waar we het nu over hebben. Dat je als schrijver de totale vrijheid moet hebben. En dat er maar dit hoeft te gebeuren. Of dat wordt dermate ingeperkt dat je na bijna 10 jaar van je leven ondergedoken moet zitten. Omdat de radicale mafketels gewoon echt letterlijk je kop eraf willen hakken. En het is met hem gelukkig niet gebeurd. Maar er is volgens mij een Japanse vertaler en een Noorse vertaler van zijn werk. Of een boekverkoper. Zijn wel degelijk vermoord. Dus de affaire die was enorm heftig. Ik herinner me dat ik als kind, dus ik was denk ik 9 of 10 toen die affaire losbarstte. Het zal 1988 was het, geloof ik. En dat was vanwege de duivelsversie. De duivelsversie, ja. Een boek, ja, het is bijna, ik weet niet eens hoe je het zou moeten samenvatten. Maar er komt in ieder geval een soort droomsequentie van een van de personages in voor, waarin hij zich eigenlijk een soort vertekening van de profeet Mohammed in beeld te zijn. En die profeet, hij is eigenlijk een soort oplichter. Het is alweer lang geleden dat ik het heb herlezen. Maar in ieder geval komen er ook vrouwen in voor die dan prostituees zijn. Maar die de namen van de vrouwen van de profeet Mohammed hebben aangenomen. Omdat ze weten dat kerels daar geil van worden. Dat ze met de vrouw van de profeet kunnen neuken. Nou, een aantal van die episodes in dat boek, ik geloof vooral dit, heeft tot. Die zijn uit de context getrokken en zijn in Iran beland. Waar toen de Ayatollah Khomeini een fatwa over hem uitsprak. Eigenlijk een oproep om hem te vermoorden, Rushdie. Waarna hij dus inderdaad iets van 10 jaar ondergedoken heeft gezeten. En door echt op het allerhoogste politieke niveau is er op een zeker moment onderhandeld. En is die, nou ja, je kunt hem volgens mij niet terugroepen, de fatwa, maar hij kon afgezwakt worden of in ieder geval bijgesteld worden. Zo'n soort van pauselijk decreet. En sindsdien leeft hij in relatieve vrijheid. Maar het is natuurlijk delicaat. Het liefst zou hij helemaal geen beveiliging meer hebben en zo. En volgens mij woont hij in New York ook redelijk zonder beveiliging. En nu verraad je wel zijn woonplaats. Nou ja, dat daar is hij zelf over open. Dat kan, ja. Dat kan. Maar soms, toen ik hem interviewde, dat was op het Crossing, of eigenlijk een soort uitloper van het Crossing Border Festival in 2016, als ik het goed zeg. Ja. Dus je had eerst het gewone festival op de vrijdag en zaterdagavond, en dan was er een extra avond op de dinsdagavond. Daar zou ik hem interviewen. En op die vrijdagavond was ik zelf de gast op Crossing Border en zat in de trein terug na afloop naar Amsterdam. Toen drong het nieuws door van de aanslagen in Bataclan in Parijs. Echt? Ja, en 4 dagen later moest ik in de moslimwereld meest gehate schrijver ter wereld gaan interviewen. Dus ik kwam aan bij het Paard van Troje, waar het interview in Den Haag zou plaatsvinden. En dat leek wel een soort, nou ja, een belegerde vesting van politieafzettingen en weet ik van wat. En daar schrok ik al redelijk van. Dan ga je juist de kans verifiëren dat er iets wordt ge. Ja, eigenlijk wel. Ja. Je begint er ineens veel meer rekening mee te houden. En we gingen eten met wat mensen van de uitgeverij en Rushdie. En dat was dezelfde cateraar die ook op Crossing Border altijd is. Het lekker Indonesische eten maakt. En ik sprak eventjes met die kerel en die zei, Jezus, de security heeft zelfs het eten gecontroleerd. En vervolgens moest ik gaan eten. Oh, en dacht, ja, Jezus, wat zit hier allemaal in? Ja. Maar goed, dus ik was zelf lichtelijk gefreakt door dit alles. En toen gingen we de zaal in, hij en ik, om eventjes onze microfoontjes te testen. En hij zag de zaal, Rushdie, en zag dat hij, nou ja, dat er maar stoelen stonden. Een heel klein stukje van de zaal, eigenlijk twee gedeeltes en het balkon was volgens mij afgesloten. En hij vroeg aan het hoofd van de security van, waarom is dit? Zo, ja, extra veiligheidsmaatregelen, bla bla bla. En toen
sloeg helemaal door, Rusty. Die begon daar te tieren tegen die kerel die er natuurlijk ook niks aan kon doen. Want waarschijnlijk was er vanuit de overheid gezegd van jongens, extra dreigingen, je moet heel voorzichtig zijn. En toen zag ik bij Rusty, is eigenlijk het trauma. Dit is een echt trauma dan. Niet een N-woord trauma, een echt trauma. Ik zag het gewoon recht voor me. Van hij wil weer in vrijheid leven zonder al die beveiligingstoestanden. En nu werd hij geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Waardoor er minder mensen in die zaal konden zijn. Terwijl hij gewoon voor een leuk groot publiek had willen spreken. En in die enorme woedeuitbarsting. En daarna was het ook meteen weer over. Maar ik zag eventjes gebeuren wat er nou bij hem eigenlijk plaats had gevonden in die 10 jaar dat hij niet in vrijheid zijn publiek had kunnen ontmoeten. Ja. Dat is inderdaad ook iets wat je bij trauma ziet, hè? Dat je echt van 0 naar 10 kan in een seconde, weet je wel? En jij zegt van, dat is dan iemand die daar doorheen is gegaan. Dan zie je dat die zo ontzettend juist vrij wil zijn. En die beknotting daar helemaal verkeerd op gaat. Ja. Het is echt interessant. Ik zit ook te denken, terwijl je dat vertelde, moest ik weer denken aan. Dan begin ik weer over die Julian Anderweg. Ik weet dat ik daar niet over moet beginnen. Dat iedereen altijd dat verschrikkelijk vindt dat je dat verhaal weer oprakelt. Want daar mag je maar één ding van vinden. Maar ik zie in Amsterdam dus in het klein dit gebeuren bij mensen. Dus bij Rushdie zie je het in het groot. Dus dan gaat het echt over een doods. Ja. Dus je wenst iemand dood en dan is iemand gewoon vogelvrij. Dan kan iedereen ter wereld een mes pakken en in jou steken. Ja. Dat is echt dood eng. Maar die mechanismen, die zie je dus in die cancelcultuur hier in Amsterdam ook optreden. Want jij bent bang voor jouw eten. Ja. Omdat je, weet ik veel, je weet dat die Japanse vertaler is gedood en nog een andere vertaler is gedood. En je weet niet wie er omheen. Dus dan zie je dat niet alleen Rushdie zijn leven bedreigd wordt. Maar iedereen eromheen komt in een soort paranoia, in een paranoïde staat terecht. Ja. En je wordt al bang als je je worteltjes met zit te eten, bij wijze van spreken, in aanloop naar een interview. En dat is precies hetzelfde wat is gebeurd bij die Anderweg in Amsterdam. Niet zo letterlijk met doodsbedreigingen, maar wel dat vrienden en vrienden van vrienden en vrienden van vrienden van vrienden van iemand die iets zegt over dat onderwerp, wordt gedreigd van, jij mag niet meer met hem omgaan. En je moet iedereen die haar of hem kent moet ontvrienden op Instagram. En weet je wel, iedereen zit bij iedereen op die manier daarin te vroeten. En er ontstaat gewoon diezelfde paranoïde sfeer. En dat is dan nogmaals in het klein wat daar hier in het groot gebeurt. Maar dat zijn de mechanismen. Een soort besmettingsmechanisme. Ja, het is een besmettingsmechanisme. En dat is denk ik wat er daadwerkelijk het meest lijp aan is of zo. Ja. En wat dus. En dan kun je natuurlijk wel zeggen dat het belangrijk is dat er maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Dat kun je op alle niveaus natuurlijk altijd betogen. Wat wij volgens mij vandaag hier verdedigen is de literatuur. En de literatuur, en dat is dus. De Duivelsvers is daar dan een voorbeeld van. Dan zie je, daar staat alles dan op scherp. Hè? Dat boek is er al. Ja. En er zit dan één passage in. En dat is dan per ongeluk is het van. Gevaarlijke passage geworden. Wat moet je dan doen, hè? Ja, het is krankzinnig. Het is een ik denk ook, omdat het was denk ik voor het eerst dat we in het Westen ons realiseerden hoe explosief dat die islamitische cultuur kan zijn in extreme gevallen. Ja, er zijn natuurlijk wel eerdere voorbeelden geweest, maar dat het een individuele kunstenaar vanwege een roman, fictie, zo kan raken. Terwijl als je die roman als geheel leest en Rushdie's oeuvre in het algemeen ook. Dit is niet iemand die wil afrekenen met de islam. Het is iemand die zeer geïnteresseerd is juist in die cultuur, in die geschiedenis van die cultuur, van die religie. En daar met de spiegelmechanismen van de literatuur elke keer weer mee aan de slag gaat eigenlijk. En op een niet kwaadaardige manier, vind ik. Ik denk dat hij zelf ook daar behoorlijk, misschien wel daar wat meest van geschrokken is. Dat er geen kwaadaardigheid in het boek zat. Ja. Maar het stuitte wel op kwaadaardigheid. Ja, maar dat zien we steeds weer nu in al die voorbeelden. Dat lees ik dus ook terug in jouw roman. Met die hoofdpersoon waarbij iedereen ook wordt gewezen op iets waarvan je zelf niet bewust bent dat je dat fout doet. Maar het wordt je aangepraat. Ja.
Ja, het is lastig, want de intentie is natuurlijk ook al moeilijk. Want het is bijvoorbeeld niemand meer die nu nog met droge ogen kan beweren dat je niet weet wat de gevolgen kunnen zijn als je een cartoon van Mohammed maakt. Ja. De vraag is of je er ook artistiek nou over zit te wachten, want die dingen zijn meestal niet vreselijk grappig of goed getekend. Maar ze moeten, denk ik, af en toe gemaakt worden en gepubliceerd worden om ons daaraan te blijven herinneren van we accepteren niet dat er doodsbedreigingen of daadwerkelijke moorden volgen op het moment dat je zulke cartoons plaatst. Dat is iets waar we ons volgens mij tegen blijven moeten verzetten. En het lef dan maar moeten opbrengen om, zeker als kranten of zo, die moeten niet de lafheid tonen door te zeggen van we gaan dit niet meer op de voorpagina publiceren of zo. Dat is een andere manier van cancelcultuur die zeker zo gevaarlijk is natuurlijk. Want dat is datzelfde jaar als Charlie Hebdo dan, dat jaar van de Bataclan. Ja, volgens mij was Hebdo iets. Dat was januari 2015, denk ik. En Bataclan was volgens mij november 2015. Ja, dat zeker in mijn hoofd. Ja. Ik weet het ook niet zeker meer, maar rond die koers. Ja. De hoogtijdagen van IS, zeg maar. Ja. Toen ging het daar veel over, inderdaad. En bij die cartoons, en daarvoor had je ook al die Deense cartoons. Dat zet altijd die discussie op scherp, inderdaad. Ja. Ja, dat is het. Er zijn altijd weer mensen die zeggen, ja, maar je moet ook die moslims niet beledigen. Nee, ze moeten gewoon geen mensen hun kop afhaken vanwege een fucking tekening. Ja. Dat is een soort, een rare culturele uitruil die je dan doet. Nou ja, ik weet het niet. Maar het is iets waar je volgens mij niet voor moet zwichten. Er zijn fundamenten van een samenleving die zo belangrijk zijn dat ze, denk ik, ik roep dit nu heel dapper, hoor, alsof ik iemand ben die in de oorlog in het verzet zou gaan. Dat weet ik helemaal niet. Dat weet niemand van zichzelf, behalve mensen die zichzelf niet goed kennen, die denken dat ze het wel zouden zijn, volgens mij. Maar ik zou dat in theorie dan in ieder geval iets vinden om voor te sterven. Die vrijheid. Want zonder dat is er echt, als je de vrijheid opgeeft, dan krijg je het soort samenleving waarin het heel, heel slecht leven is voor de mensheid. Ja, nou ja, het voorbeeld van Rushdie is eigenlijk dat je en dat boek schrijft, dus die vrijheid van de kunstenaar als absoluut ziet en niet wil sterven. Yeah. Yeah. Je wil ook niet doodgemaakt worden van vanwege dat niet, boek. Nee. Dus het is eigenlijk. Maar wat je nu met die woke, noem ik het maar weer even, discussie ziet en waar we vandaag veel over hebben, daar is het niet letterlijk het doodwensen, maar het figuurlijk. Het is echt een cultuurstrijd. Hè? Ja. Het is een soort van, het zijn dezelfde mechanismen, maar dan figuurlijk. Ja. Of een soort van meltdown. Aanslagen worden. Ja, inderdaad. Een soort meltdown vanuit die, wat je net zei, van wat je heel mooi samenvatte vanuit die verlichtingsidealen. Waardoor we überhaupt in die wereld leven die op die manier vrij is. Ja. Zitten we nu in een soort meltdown van die verlichtingsidealen of zo. Of ja. En hoe komen we daaruit? Hoe gaan we dat? Dus ik ben überhaupt deze podcastserie begonnen vanuit het idee dat het toch nodig is om eindelijk toch maar een stap naar voren. Ja, zoals jij ook opinierende stukken en artikelen en essays schrijft naast je romans. Hè? Dus ja. Dat heb ik zelf ook met die podcast nu. Dan denk van, ja, ik kan bijna niet op de zijlijn blijven staan. Ik wil er gesprekken over hebben. Ik wil dat bevragen. Ik wil dat bekritiseren. Ik wil dat openbreken. Ja. En dat brengt me vandaag ook weer hier, omdat ik benieuwd ben. Dat zou ook mijn vraag zijn. Van, ja, hoe komen we in godsnaam uit die psychose? Uit die massapsychose? Van, ja. Ja, dat we daadwerkelijk die vrijheid opgeven. Of ik weet niet. Ik weet niet. Ik ben in die zin wat optimistischer. Omdat ik denk wel dat het. Ik zie toch dat er genoeg mensen zijn, ik weet niet of er genoeg zijn. Maar ik zie dat er in ieder geval mensen zijn die zich in dit debat mengen en die daar de kritiek blijven uiten, consequent op dat woke denken. Ik weet niet of het krachtig genoeg is, maar volgens mij is het iets wat zich op zeker moment, dat is dan wel weer het leuke, aan beweging die morele zuiverheid nastreven, die schieten zichzelf uiteindelijk elke keer weer in de voet. Dat zag je heel mooi met Quincy Gario bij Bijeen.
Ja. Ik heb genoten daarvan. Omdat het daar ging die hele dat strijden met woorden als onveiligheid. Ik voel me onveilig. Dat ontplofte als een klapsigaar in hun eigen gezicht op dat moment. Dus dat, daar geniet ik ervan. En ik denk dat, dat steeds vaker zal gaan gebeuren. Want hoe zeker als het bijeen gaat groeien, ja. dan krijg je natuurlijk... niemand is moreel zuiver. Dus ja. Als je daar zo aan hecht, aan die zuiverheid, dan dat zijn de plekken, de gebieden waar mensen ze ook als eerste zullen sneuvelen, omdat iedereen gaat de fout in op een zeker moment. Ja. En zeker bij een beweging die al om een woordje, om een persoonlijk voornaamwoord, hysterisch wordt. Is het, ja, je hoeft er niet zo heel veel te gebeuren voordat mensen moreel door de mand gaan vallen. Ja, nou ja, volgens mij is het een probleem van mensen die morele zuiverheid nastreven. Ja. Want dan kun je iemand, dit heb ik al vaker gezegd hoor, maar ik zeg het nog een keer, want ik vind het zo'n prachtige beeldspraak. Maar iemand vertelde dat als je Trump hebt en Oprah Winfrey. Die theorie was, ja, Trump is made of mud. Hij is een berg modder. Ja. Als je daar modder tegenaan gooit, dan groeit de modderberg. Maar Oprah Winfrey moet je zien als iemand in een prachtige witte trouwjurk. Ja. Als je daar modder tegenaan gooit, dan is die jurk geruïneerd. Ja. En zo werkt dat met modder gooien, weet je wel. Dus, ja. Voor de ene maakt het niet uit, wordt er alleen maar groter van. En de andere is het van levensbelang. En dat is eigenlijk het probleem met die morele zuiverheid. Ja. Dus jij zegt van ik ben optimistisch, omdat ik ervan uitga dat zichzelf zal opeten. Er is wel hulp bij nodig natuurlijk, van critici. Ja. Je hebt er volgens nog veel plezier bij om dat te blijven bekritiseren. Ik vind het ook wel leuk. Ik heb natuurlijk even lol in gehad ook om Herfstdraad op die manier te schrijven. Dat is een... Het is in de eerste plaats denk ik een satire, het boek. Het is meer dan dat, maar het is een satire op dat onder meer dat gedachtegoed. Ja, ik zag het ook echt als een satirische roman. Een beetje in de geest van die films die ik ook uit de jaren 80 en 90 ken. Zoals, de Stepford Wives of The Invasion of the Body Snatchers. Een soort van subtiele suburban horror movie of zo. Ja, ja. Ja. Ja, dat is, ik hoop dat inderdaad wel een beetje in doorcijpelt. Ja. Ik had hem even op pauze gezet vanwege een sanitaire stop. We hadden het net even over of je die ontwikkelingen, of je dat sceptisch beziet, of dat je daar bang voor bent of juist niet. Je zei van, nou, ik ben daar helemaal niet zo bang voor. Ik zie wel heel veel. En toen ik hem even op pauze had staan, toen ging ik er zelf over nadenken van waarom heb ik dan dat gevoel? Hmm. Toen ging ik dat bij mezelf even bevragen. Van, is dat echt zo? Of heb ik datzelfde van? Toen dacht ik, dat is nog interessant. Om het daarover te hebben. Van, wat is dat toch? Ik kan echt wel buien hebben. Ik kan twee buien hebben. Maar ik kan echt buien hebben dat ik denk... Dan denk ik aan de Russische revolutie. En dan denk ik aan die verschrikkelijke 100 jaren die daarop volgen. Uh-huh. En je moet op het kleine letten... Uh-huh. Om die tekenen te zien. En je moet er op tijd bij zijn. Je moet zeg maar op tijd de tumor behandelen voordat je gewoon doodgaat aan, bij wijze van spreken. Die buien kan ik echt hebben als ik dit allemaal op tafel leg. Maar ik kan ook inderdaad buien hebben en denk van ja, een soort vrolijke, sardonisch plezier eraan beleven. Mm-hmm. En met een soort ironie al die paradoxen blootleggen, erom lachen en lol hebben of zo. Maar ik weet niet, ik ben er in mijn hoofd nog niet uit. Ik kan ook dagen hebben dat ik denk van dit is echt levensgevaarlijk. Maar ik kan ook dagen van vrolijkheid hebben. Ja, het wisselt bij mij ook wel een beetje hoor. Dat ik soms denk, is het nou echt allemaal zo ernstig? En dan doet zich weer iets voor waardoor ik denk, oh ja, het is wel echt heel ernstig. Ik denk dat ik optimistisch, maar wel zorgelijk ben of zoiets. Dat is een... omdat inderdaad, het kan heel snel... jij noemt dan de grote voorbeelden. Ik denk aan bijvoorbeeld... Hongarije of zo, waar toch eigenlijk in vrij korte tijd... allerlei vrijheden zijn ingeperkt door een bepaald gedachtegoed van de macht. Dus het kan zo uit je handen glippen. Dat is eigenlijk wat mijn grootste, voornaamste zorg is. Dat inderdaad, wat jij zegt, het kan zomaar veranderen. En misschien is het al gaande. En misschien zijn dit nep-symptomen. Is het eigenlijk allemaal heel onschuldig. Maar volgens mij kun je maar altijd beter voorzichtig zijn... Dan te denken dat het allemaal toch wel goed komt of zo, vanzelf. En
Zeker als je natuurlijk naar de Verenigde Staten kijkt, waar dat hele woke gedachtegoed dan al langer gaande is en tot grotere excessen leidt op universiteiten bijvoorbeeld. Dat is iets waar, ja, waarvan je snel geneigd bent te denken, dat gaat hier misschien niet zo snel gebeuren. Maar iemand, wat was dat? Laatst las ik weer ergens een artikel in de Folia notabene over de Universiteit van Amsterdam, de vacatures die er op de website van geesteswetenschappen stonden. En elke functieomschrijving had te maken met decolonisatie. Ja, ze hebben alleen nog maar decoloniserende functies op de. Ik denk, jezus, het is Amsterdam, de stad van de vrijheid. Ik bedoel, dit is krankzinnig dat de Universiteit van Amsterdam daar. En natuurlijk is dat al langer gaan en roept iedereen langer van, ja, de UvA, daar zijn ze helemaal knettergek. Maar het is. Het wordt steeds erger. En dus er komt wel een punt dat je op jezelf moet gaan afvragen van, moeten we niet harder toch actie voeren daartegen? Want juist in de academische is het misschien nog wel belangrijker dan in de kunstwereld. Op het moment dat je waarheidsvinding, dat je daar invloed van activisme in toelaat, dat is echt heel erg gevaarlijk. Dan is nepnieuws het volgende hoofdstuk ongeveer. Ja. Ja, ik heb het idee dat die grens gepasseerd is met Trump. Hmm. Want daar is, iemand legde mij dat uit in een eerdere aflevering, Richard Cameron. Volgens mij aflevering 12 of 13. De muzikant Cameron. Van Arling en Cameron. Oh ja, ja. En hij zei dat Trusted News Initiative, wees hij mij op, dat daarmee is begonnen. Dat daar voor het eerst ideologische argumenten werden gebruikt om te zeggen van, ja, die Trump, dat vinden we zo'n groot probleem, dat we voor eventjes, en dat noemden ze de noble lie, dus voor eventjes mag je die noble lie toepassen. Ja. De nobele leugen, want het is voor de greater good, voor het ideaal, namelijk Trump eerst weg en dan weer verder. En we zitten sindsdien in die, ja, dat is de post-truth tijdperk, dat wordt er op het konto van Trump bijgeschreven. Zo van, ja, dat is, hij is de schuld aan post-truth. Dat de waarheid die relatief geworden is. Ja. Maar de daadwerkelijke, ja, het zit hem daadwerkelijk bij die Twisted News Initiative. Dus daar wordt eigenlijk waarheid voor het eerst subjectief gemeten. En dan krijgt dat zet de deur open naar dat inderdaad ook die engagementen van woke, die waren al langer gaande. Dat werd in Nederland in 2010, 2011... voor het eerst met die Dwarse Pieter discussie al uitgevochten. Ja. Maar met Trump krijg je op een gegeven moment dat die deur open staat. Dat het echt naar binnen toe kan komen of zo. En dan krijg je een hele gevaarlijke cocktail. Ja. Zo zie ik het een beetje. En ja, als je de scholen en de universiteiten in de fik zet, wat blijft er dan over, weet je wel? Ja. Dat is best wel, ja, dat gaat best wel snel, heb ik het idee. Ja, vooral het gemak ook waarmee dan de westerse verworvenheden, zoals de manier waarop we wetenschap bedrijven, met al die haken en ogen die eraan zitten, al die controlemechanismen, dat je daarvan zegt dat het is ook maar een vorm van kennisvergaring. Ja. Nee, dat is een heel. Er is volgens mij nog altijd wel zoiets als een waarneembare werkelijkheid, waar we het allebei over eens kunnen zijn dat er hier twee microfoons tussen ons in staan. En dat als ik tegen die muur daar aanloop, dat ik er niet doorheen kom. Dat zijn gewoon de feiten. Daar kunnen we het gewoon over eens zijn. Ja. En als jij ziek wordt en ik heb een medicijn, dan werkt het of niet. Misschien kun je in het beste geval een placebo-effect ervan ondervinden, maar het werkt of het werkt niet. Dus het is niet zo dat alle vormen van wetenschap en kennis eigenlijk aan elkaar gelijk zijn. Dat cultuurrelativisme slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat is wat nu heel erg in zwang is op de universiteit. Het verwelkomen van andere kennisvormen. En het is onzin om we zijn allemaal mensen namelijk. We proberen allemaal die waarheid zo dicht mogelijk te benaderen. En natuurlijk doen we dat vanuit onze eigen cultuur. En zijn er verschillende visies op wat dan waarheid is. Maar de visie op een vaccin dat werkt of niet. Ja, sorry, er is gewoon maar één visie op. Ja. Hebben jullie dat spul? Het werkt bij een bepaald percentage van de mensen uitstekend. En dan bij een bepaald percentage niet. En dat kunnen we meten. En we zien de resultaten daarvan. Ja. Daar valt niet zo heel veel over te discussiëren of te zeggen van, ja, maar toch die medicijnman uit weet ik veel waar vandaan, die heeft ook hele leuke kennis. Ja, ze hebben het nu toch over decolonizing wiskunde of zo. Of het wiskunde decoloniseren. Ja, dat is ook dingen, ja. Dat is toch maf. Dat gaat best wel ver. Ja.
Ja. Dat is heel fundamenteel dan, ja. Jij voerde het net heel mooi terug, vond ik, naar de verlichting. En inderdaad, sindsdien is de slavernij afgeschaft. Dat is een soort van hele absurde ironie van de discussie. Dat zei volgens mij Candace Owens, een zwarte Amerikaanse activist / politicus. Mm-hmm. En ik vind haar heel komische rants hebben af en toe. En zij zegt ook van, wij zijn de enige die de slavernij als eerste hebben afgeschaft. Mm-hmm. En het wordt nu omgedraaid, zeg maar. Yeah. Dus elke cultuur heeft slavernij gehad. En dus sinds de verlichting is dat voor het eerst dat patroon doorbroken. Namelijk, we hebben ingezien dat ontmenselijking van mensen, yeah, net als in de Tweede Wereldoorlog, hè, dat gaat eigenlijk ook over ontmenselijking. Yeah. Dat moeten we voorkomen. Dus de slavernij moeten we afschaffen en we moeten voorkomen dat er ooit weer zoiets als de Holocaust kan plaatsvinden. Ja. Want dat zijn de ultieme vormen die we tot nu toe kennen van ontmenselijking. Ja. En dat hebben die verlichtingsidealen mede mogelijk gemaakt. En dan nu krijg je dus nieuwe vormen van ontmenselijking. En dus dat is dan op microniveau. Maar bijvoorbeeld cancelcultuur, dat zie ik echt als een vorm van ontmenselijking. Iemand ontwortelen. Iemand uit de maatschappij halen. Zeggen, jouw hele sociale kring mag niet meer met jou omgaan. Mm. In plaats van, wat wij hebben, zelfs de zwaarste criminelen in Nederland, zeggen we, misschien met een paar doorgedraaide TBS'ers die niet meer te redden zijn. De rest zeggen we, nee, ze moeten terug de maatschappij in. Ja. Dat is het streven van onze samenleving. Wat je ook hebt gedaan, na 10, 20 jaar, of weet ik veel hoe lang, je komt vrij en we gaan nadenken, hoe kun je weer functioneren in onze sociale orde. Ja. En nu gaan we in één keer zeggen van, nee, maar als je Mark Overmars bent en je laat je pik zien, nee, dat is te erg. Jij moet gewoon, je krijgt nooit meer een baan. Iedereen die vindt dat je wel een baan moet ook van Twitter af. Ja. Weet je wel, dat is waanzin, ja, toch? Ja, het is wel interessant ook dat nu die dan inderdaad toch vrij snel een baan heeft gevonden. Dan heb je natuurlijk weer de mensen die roepen, dat zie je wel, cancelcultuur bestaat helemaal niet. Maar we vinden het eigenlijk nog allemaal dat het, men vindt eigenlijk nog allemaal dat het niet zou mogen. Dat hij niet meer bij Antwerpen nu aan de slag, ja, zou mogen. Dat is interessant, want je had ook zoiets toen Louis C.K. Gecanceld, ja, werd. Die ging eigenlijk ook te vroeg weer aan het werk. Was hij in een klein theatertje in New York, was hij toch weer volgens mij een show gaan geven. Klein, schalig. Maar dat lijkt te suggereren dat er een soort van strafmaat bestaat. Maar dat heb je natuurlijk met dit soort informele rechtspraak. Dat daar geen overeenstemming over is. Ja. Van wanneer zou iemand, nadat hij dus blijkbaar iets in de publieke sfeer verkeerd heeft gedaan, wanneer ben je ontcanceld? Wanneer ben je vrijgelaten uit het domein? Wanneer mag je weer je werk gaan doen? Dat vind ik wel interessant ook. Dat mensen daar blijkbaar een idee over hebben. Soms is het te snel. Volgens mij is het eigenlijk altijd te snel. Okay. Ja, volgens mij is het gewoon nooit meer. Ik zie, ja, het echt als... ik moet heel vaak denken aan herinneringen uit Ondergrondse van Dostojevski. Het is echt het onder de grond stampen van mensen. Je wil gewoon iedereen die iets verkeerds doet op het gebied van, ja, racisme, seksisme, LGBTQ, al die dingen die we hebben besproken, die moet gewoon onder de grond. Ja. Die stampen onder de grond. En dan boven de grond hebben we een nieuwe wereld. Een soort ideale, utopische wereld van mensen die alles goed doen. Ja. En die zuiver, moreel zuiver zijn. Ja. God, je moet er niet aan denken. Dat is het. Er zit zoiets fundamenteels raar in dat gedachtegoed. Dat zuiverheid tot een fijne wereld zou leiden. Ja. En dat je dan iets van gelijkheid krijgt. Terwijl je schaft eigenlijk een belangrijk kenmerk van mensen af. Namelijk dat ze allemaal anders zijn. En op het moment dat ik iets zeg waar jij beledigd door raakt, dan is het hartstikke vervelend voor jou. Maar het betekent wel dat wij gewoon twee andere mensen zijn. Ja. Anders zou ik alleen maar precies de dingen zeggen die jij zou willen horen. Dus je krijgt een wereld als iedereen hetzelfde, op dezelfde manier gaat praten, dezelfde gevoeligheden vermijdt. Als iedereen ook alleen maar goed probeert te zijn. Ik ben heel blij dat er klootzakken bestaan op de wereld. Die ons
die ons ook iets vertellen over het leven. Ik geloof ook niet in mensen die zeggen van zichzelf dat ze helemaal nooit iets verkeerds hebben gedaan. Ja, iedereen heeft dat soort verschillende kanten. En als je zegt dat je het niet hebt, dan ken je jezelf volgens mij niet zo goed. Ja, morele zuiverheid bestaat helemaal niet. Ja. Dat is gewoon zo, dat is het absurde eraan. Dus ik vind dat sadisme en die bloeddorst van mensen die dan nu bijvoorbeeld, ja, die dan mensen sociaal uitsluiten, die vind ik even lijp. Dan denk ik van, ja, dit is gewoon precies waar ik bang voor ben. Dit is die ontmenselijking die we in de Holocaust zien in een slavernij. Die zie ik nu in jouw ogen als je iemand gewoon onder de grond wil stampen omdat hij zijn pik heeft laten zien. Weet je wel? What the fuck? Gewoon van, wat maakt het uit? Of zo? Weet je, ik bedoel, het is gewoon een plaatje van iemands geslachtsdeel. Het hele internet zit er vol mee. Je kunt welke gekke seksuele fantasie dan ook in 3 seconden vinden op het internet. Ja. Waar hebben we het over, weet je wel? Dus dat jij dan vindt dat iemand gewoon moet verdwijnen, dat je dat kan vinden, dat vind ik sadisme, dat vind ik bloeddorst. Dan kijk ik in die ogen en dan vind ik daar zit alles wat ik eng vind aan de Holocaust en de slavernij, zit al even in die ogen van mij. Ja, het heksenjachterig is heel angstaanjagend aan. Ja. Precies, dus er zit een soort van heel enge drive in. Ja. Daarom dat ik het een angstaanjagend iets vind. En ik bedoel, ik kan er ook wel lol mee hebben en plezier om hebben. Maar ik kan ook dit denken soms. Dat ik echt schrik van die honger om mensen te vernietigen. Ja. Dus gewoon, weet je wel, als je dus de slavernij erg vindt en je vindt de Holocaust erg, dan moet je weten dat de grote gemene deler ontmenselijking is. En als je dus iemand onder de grond wil stampen en je ziet niet dat het ook ontmenselijking is, dan ben je gewoon gek. Ja. En dat vind ik dan niet erg, want dat is inderdaad de gekte die in iedereen zit. En dat moet je gewoon weten, dat dat gewoon in mensen kan zitten. Ja. Zo, goed, ik sla misschien een beetje door, maar dat zit er voor mij onder. Ja. Dat spreekt me ook aan in de stukken die jij erover schrijft. En denk van, ik heb altijd het idee dat jij dat ook wel goed ziet. En daarom ben ik ook mee in dat blootleggen met een soort plezier van al die paradoxen en tegenstrijdigheden. Want dat zie ik als iets verfrissends. Van dat is nodig om dat blijkbaar aan te wijzen. Heb je even ineens af? Ook aan mezelf eigenlijk, maar ook aan jou. Heb jij zelf die neiging wel eens gehad? Andere onmenselijke. Kun je er iets van terugvinden? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat iets is wat je als puber heel erg doet. Ja, ja. Het is iets puberaals. Ja. Het is iets wat je, dus dan denk je in absolute termen of zo, ja. Ja. Ik herken dat dat is pubergedrag. Ja, ik herken dat wel. Ja, dat is echt als ik mezelf als 15, 16-jarige terughaal. Dan is het gewoon van, weet je wel, dan denk je ook van, bij wijze van spreken, bij films die ik nu geweldig vind, maar die om een heel klein detail, waarvan je dan denkt van, heel dat oeuvre moet weg, want niet, weet je wel. Ja, ja, ja. Want de Titanic is realistisch of zo. Terwijl realisme er niet toe doet. Of weet je wel, gewoon dat je dat absolute denken of zo. Dat ken ik van daarvan. Ja. Ik weet niet, wat. Ja, dat zegt, moet ik daar ook aan denken. Ja, die tijd. Ik heb als leraar echt enorm naar aangepakt. Bijvoorbeeld op de middelbare school. Hoe dan? Een van de redenen waarom ik zelf van de middelbare school afgetrapt ben. Op een zeker moment is dat ik met een vriend. Hadden het met de hele klas opgezet hoor, maar wij waren twee handelende personages hierin. Een emmer water over een nieuwe leraar heen gooide. Een nieuwe leraar die we niet trokken. En eigenlijk wilden we hem gewoon weg hebben. Ja. En vernederen. Ja, het was eigenlijk een vorm van cancelen. Ja, ja. Hij is gebleven. En jullie zijn weggegaan. Hij is weg. Ik zijn uiteindelijk zelf gecanceld. Ja. Zoals het zou moeten, hè? Ja. Dus dat is inderdaad dat je dan denkt van, dat is eigenlijk een vorm van sadisme of zo. Ja. Ik heb het bij Trump gehad. Niet zozeer vanwege zijn politieke denkbeelden aan zich, waar hij voor stond. Het personage. Het is iemand waar ik echt niet goed van werd als ik naar keek of luisterde. Er riep iets in me op, deze man. En ik wilde hem gewoon weg hebben. Ik wilde niet dat hij. Het maakte me niet uit welke andere kandidaat van de Republikeinen daar dan zou in de plaats voor zou komen. Allemaal waarschijnlijk indruisen tegen mijn politieke denkbeelden. Maar deze man,
specifiek, die riep iets in mij op. Maar ik heb hetzelfde gehad met Balkenende bijvoorbeeld. Oh, dat is echt een heel klein bier in vergelijking met Trump misschien. Een hatende ergernis aan iemand. En hem alleen maar eigenlijk weg willen hebben. Ik vergeet het soms dat die tijd bestaan heeft. Ik heb natuurlijk ook wel die gevoelens. Soms bij iemand in de... je hebt van die mensen die bloed onder je nagels vandaan halen. Ook in de media. Maar ik moet er toch niet aan denken om diegene dan te cancelen of zo. Dus ik ken niet dat het je niet kan schelen of iemand gewoon ter plekke verdwijnt. Ja. Dat ken ik alleen in mijn puberteit. Ja. Maar dat mensen het bloed onder je nagels vandaan halen. Ik heb dat nu bijvoorbeeld heel erg bij Asjet en Broeke van de Volkskrant. Die ook zegt, cancelcultuur bestaat niet. Ja. En die ene uitspraak al van haar, dan zie ik die zelfgenoegzame kop van haar. En dan denk ik gewoon van... Ik kan er echt niet tegen, zo iemand. Dat denk ik echt van, hoe kan je... Dan erger ik me gewoon aan een soort van domheid. Dan denk ik van, hoe kun je zo... Op zo'n groot podium zo dom zijn? Dan is die grootheid, domheidsschaal slaat gewoon verkeerd uit. Ik heb ook bij Sander Schimmelpenning bijvoorbeeld nu. Elke keer als ik hem zie, dan kan ik gewoon niet begrijpen... dat hij niet zijn eigen hypocrisieën en tegenstrijdigheden meeneemt... in zijn redeneringen of zo. Mm. Ja, dus dat soort ergernissen, dat is natuurlijk ook heel menselijk. Dat heeft iedereen voortdurend. Dat is volgens mij ook iets heel simpels, iets heel biologisch. Iets gewoon, je mag iemand of je mag iemand niet, dat merk je in een paar seconden. Ja, het is grappig, hè? Dat heeft niet per se te maken natuurlijk met denkbeelden. Ik heb dat bijvoorbeeld bij Sylvana Simons omgekeerd. Als ik haar bezig zie in de Tweede Kamer, denk ik, ja, lekker, goed bezig. Ja. Terwijl, als ik haar partijprogramma lees, dan denk ik... Jezus, helemaal geschift zijn jullie. Ja. Ik heb dat ook bij... Ik heb wel respect voor Sylvana Simons als persoon en als activist. Maar inderdaad, ik heb helemaal niks met Bijeen. Ik vind dat een verschrikkelijk eng programma. Ja. Die twee dingen, die kun je ook altijd scheiden, hè? Dat is ook wat zou moeten in een open, vrije samenleving. Ja, dat is wel prettig dat ook nog kan, hè? De man en de bal van elkaar scheidt. Of de vrouw en de... Ja. Ja, dus het is wel een hele goede... Het is wel een hele goede vraag. Want ik denk dat... als je die vraag stelt... Hè, herken je dat in jezelf? En ik denk dan van... ik herken dat van de puberteit. Dan denk ik... Via social media zijn we terechtgekomen in een soort psychose van... jonge mensen die... puber zijn of zo. Die gewoon Twitter en Instagram en TikTok domineren. En die hebben gewoon nu de middelen in handen. Omdat ze met hun scrollende duimen zeg maar de macht hebben overgenomen van de aandacht. Het interessant vind ik dan wel weer dat ook bij oudere mensen roepen sociale media roepen dat ook op de een of andere manier bij je. Dat die het feit dat je dan vanuit je eigen huiskamertje zo kunt lopen vuren op de wereld. Ja. Het is een soort kosmische revenge van de jonge generatie op de babyboom generatie die alle middelen hebben of zoiets. Dat is wat er eigenlijk onder zit en zo. Ja. Ik heb ooit eens een keer iemand over uitleggen die daar in die sector werkt en die zei van dat noemen ze thumb stopping content. Dat content, dat zijn ze allemaal, dat is iedereen het nastreven. Dus wanneer stop je duim met scrollen? Ja. Dus dat alle incentives en alle bullet points en alle radertjes van het hele internet, dat is helemaal ingericht op wanneer stopt de duim met scrollen. Ja. En de grootste consumenten, dat zijn die tieners. Ja. En die zijn allemaal met die duimen die wereld aan het bewegen. En dat we zitten nu in de psychose van hun gedrag, zeg maar. Dat is wat ik nu denk, nu jij die vraag stelt. Dat is waar we tegen vechten. Ja, er wordt ook wel vaak gezegd dat er inderdaad, zeker bij het woke-gedachtegoed, dat er natuurlijk een generatieconflict gaande is. Dus zeg maar de oude antiracismus-activisten of de oude LHBTI-rechten-activisten. Ja. Het is trouwens weer een ongelooflijk leuk voorbeeld, vind ik altijd. Dat er nu van de gay pride gezegd wordt dat het niet zwart genoeg is en zo. Dat er voor bepaalde groepen dan weer niet genoeg aandacht is. Dat is wat ik daarnet bedoelde trouwens met dat de boel zichzelf wel gaat opeten. Volgens mij op den duur. Want dat vind ik dan heel grappig. Als die verschillende varianten van activisme met elkaar in conflict raken. Ja. Ja. Maar dat is ook wel iets, denk ik...
ook daar zie je volgens mij wel in dat het inderdaad een generatieconflict zou kunnen zijn. Want het is inderdaad de oudere generatie gays die en lesbiennes die, dat was eigenlijk de groep. Volgens mij eerst voornamelijk gays en later kwamen de lesbiennes er ook nog bij. En die hebben dat in de jaren 90 denk ik opgezet, de Gay Pride. Ja. En nu heb je die nieuwe groep activisten die willen dat onderscheid weer gaan lopen maken, dat intersectionele gedoe van, ja, hoe zit het dan met de zwarte homoseksueel of de zwarte trans, bla 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 bla. Zo krijg je weer allemaal van die onderverdelingjes en wordt het uiteindelijk een soort onmogelijk om nog iets te doen. Ja. Dus, want uiteindelijk zul je altijd iemand kwetsen. Dat is het. Ja, dat bijt elkaar en dat terugclaimen van de Pride. En dan krijg je dus ook allerlei leuzen die pro-Palestina zijn. En dan krijg je weer allerlei mensen van het Israël die zeggen van ja, maar dat is weer antisemitisch. En dan dat is een eindeloze vertakking. Dat is echt zo problematisch. Maar inderdaad, het eet zichzelf wel op. Hè? En dat brengt me weer terug bij een uitspraak die je daarnet deed. En dat is misschien een goede om het gesprek mee te eindigen. Jij zei van iets van, moeten we nou juist wel of niet activistischer zijn daarin? En ik denk dan altijd van, ja, voor mij gaat het dus niet zozeer om, want ik zie mezelf absoluut niet als een activist. Ik zou ook nooit een activist kunnen zijn. Want, maar ik zie wel dus dat de kunsten daaronder lijden. Mm-hmm. En dus ik denk dat ik zelf geneigd zou zijn van, hoe beschermen we de, of hoe redden we de kunsten? Of in dit geval zou ik dan zeggen, hoe redden we de literatuur? Nu ik met jou aan het praten ben over de literatuur. En omdat jij een schrijver bent. En misschien is dat een vraag om te stellen. Van hoe kunnen we de literatuur redden uit de handen van dit meerkoppig monster? Ja, nou ja, ik denk in de eerste plaats om door. Ik voel me zelf als iemand met twee rollen. Dat voel me heel comfortabel bij. Namelijk als de romanschrijver en de columnist of essayist of wat dan ook. Maar in ieder geval degene die vanuit zichzelf opvattingen en ideeën neerpent in kranten of tijdschriften. En aan de andere kant die iemand die de vrije kunst beoefent. Ja. En die vrije kunst, die zou, dat is dan, het is dat ik geïnteresseerd ben in maatschappelijke onderwerpen. En dat die altijd een soort achtergrond vormen voor mijn fictie. Dus in Herfstdaad. Maar Herfstdaad is bijvoorbeeld geen activistisch boek, wat mij betreft. Ik laat wel iets zien van hoe de wereld volgens mij in elkaar zit, hoe tegenstellingen daarin opereren. Maar het is geen boek waarvan ik zeg, dit is mijn opvatting. En dit moeten jullie eigenlijk allemaal vinden. Ja. Dat heb ik veel meer in columns of andere niet-fictiestukken. En ik geloof dat een beetje de weg is die ik in ieder geval in probeer te bewandelen. In de eerste plaats, kunst blijven maken. Dat is volgens mij het beste antwoord op de bedreiging van de kunst. Dat je gewoon doorgaat op je eigen pad volgen en nieuwe dingen blijven maken. En aan de andere kant heb je dan een soort metapositie waarin ik de wereld becommentarieer. En daar ben ik dan misschien wat meer activistisch in. In mijn eigen opvattingen over literatuur en hoe het anders of beter zou moeten. Of welk soort activisme je absoluut niet voor zou moeten buigen. Dus ja, dat is een beetje hoe ik naar kijk. Die twee sporen probeer ik te bewandelen. Ja, ja, ja. Ja, dus alles gewoon zijn beloop laten. En dan worden er maar boeken van Harry Potter verbrand. En stripboeken van Kuifje in de band gedaan en zo. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat er gewoon om dat je voor jezelf de stappen blijft zetten, zeg maar. Het maakt wel uit, ja. Want daar is mijn opinerende zelf wil daar gewoon tegen ingaan. Dat wil ik ook echt blijven becommentariëren en bekritiseren. Ja. Maar als auteur van literaire fictie moet ik toch gewoon dat maken wat uit mezelf komt op de ene manier. Ja, dus je zegt van het gaat om juist om die twee sporen. Ja. Zeg maar. Ja. Dus dat je eigenlijk je twee buien als een soort shoelbak in die twee bakjes kan shoelen of zo. Ja, dat is wel een goed beeld. Ja. Ja. Ja, behalve dat het altijd vier bakjes zijn. Dat moffelen we mee weg. Dat is eigenlijk heel helder. Ja, ook een heel helder beknopt antwoord. Dan rest mij niets anders dan nog te vragen van, is er nog iets wat je zelf ter tafel wil brengen? Wat je denkt van, we hebben best wel veel besproken, maar misschien dat je zelf nog denkt van, dit is ook wel iets wat er wel bij hoort of wat ik graag wil vertellen. Ja.
Ik zou voornaam te denken. Ja, dat is een... Ja, we zijn wel volgens mij heel rationeel aan het praten. Het is toch een... Dat geeft ook helemaal niet, hoor. Het is geen verwijt of zo. Maar dat realiseer ik me zo nu. Mezelf even de vraag stellen, wat betekent het maken van kunst nou eigenlijk voor mij? Dat was even een vraag die door me heen ging. Toen dacht ik, is het alleen dit soort, zijn het dit soort overwegingen? Van wat, hoe zit de maatschappij in elkaar? Hoe vind ik, hoe kijk ik naar activisme? Het gaat voor mij altijd voorbij activisme. En er zit zoveel meer in een kunstwerk. En volgens mij is dat een van de redenen waarom ik het ook zo... waarom dat activisme me zo aangrijpt. Omdat ik kwaad word, omdat er één elementje uit kunst gehaald wordt... en daarvan wordt gezegd, dit is fout, dit moeten we niet meer doen... of dat moet gecanceld worden, of een week voor wat. Alles wat daaronder zit, dat is waar het werkelijk om gaat. Volgens mij is bijvoorbeeld in het geval van literatuur... dat is natuurlijk voor mij de manier om je in andere mensen te verplaatsen. Om andere mensen te leren kennen. Ook al zijn ze bedacht, of zijn ze half bedacht... of zijn ze eigenlijk hartstikke realistisch... Het is een van de weinige kunstvormen die rechtstreeks toegang geeft tot een ander bewustzijn. Het is mijn raadsel waarom activisten op taal willen gaan aanvallen... of op het soort perspectief dat je wil aannemen in kunst. Woedend werd ik van een uitspraak van Philip Huff, een collega, romanschrijver... Ja. In een interview laatst, waarin hij zei dat hij andermans perspectief niet wilde koloniseren. En ik dacht, jezus, maar je verdient... Ja, ja, ik zal niet zeggen wat hij verdient, maar... ja, lange, pijnlijke eeuwen in de hel in ieder geval. Maar ik bedoel, dat is zo de essentie van literatuur, dat je in andermans perspectieven plaatsen. En dat is geen koloniseren. Rot op met je woke taalgebruik. Het is onzin. Ja. En misschien is hij iemand die in zijn eigen werk, dat kan ik respecteren, over zijn eigen leven wil schrijven en heel dicht bij zichzelf blijft. Prima. Dat kan. Of dat zijn verbeeldingskracht bepaalde beperkingen heeft. Maar ga dat niet zitten moreel zuiver zitten recht lullen met zeggen, ik wil andermans perspectief niet koloniseren. Ja. Nou ja, dat is een... voor mij zijn dus het activisme en wat de kunst werkelijk voor mij betekent... dat staat zo ver van elkaar af. Het zijn werelden die elkaar helemaal niet raken... terwijl ze elkaar heel goed zouden kunnen ontmoeten eigenlijk. Ja. Omdat ik volgens mij hetzelfde wil als heel veel woke-activisten. Een gelijkwaardige omgang met iedereen... en geïnteresseerd blijven in elkaars perspectief. Maar niet gaan zeggen... Jij mag niet in mijn perspectief, ja. Witte man. Het is wel interessant, die Philip Huff. Ik heb me daar ook over verbaasd. Ik vind dat zo'n dilemma. Want Philip Huff is dan iemand die je best wel nu en dan tegenkomt in de scene in Amsterdam. En dan vind ik hem maar altijd verschrikkelijk aardig. Ik vind het zo'n lieve, aardige gast. En ik wil hem helemaal niet aanvallen. Maar op zo'n moment, dan ontkom je er gewoon niet aan dat je dat moet aanvallen. Want het is zo ontzettend... Ja, als je dat gaat, weet je wel, als je dat gaat propageren, dat is het begin van het einde. En Philip Huff heeft me wel eens verteld dat hij iets van 4 of 5 jaar of zo in Amerika heeft geprobeerd om carrière te maken. Dat, ja. Dat zie je ook. Ik heb ook wel eens opiniestukken van hem gelezen waarin hij heeft verteld hoe hij dat heeft aangepakt. En hij heeft daar uiteindelijk geen boek kunnen uitbrengen, omdat hij... Volgens mij een agent letterlijk tegen hem zei van... ja, als je nou eens een transseksuele zwarte vrouw zou zijn geweest... dan had ik je nog wel kunnen uitgeven. Ja. Zij is zelf tegen de lamp gelopen door inderdaad die droom... van wat we net met Philip Roth over hadden... de American Dream te gaan doen als Nederlander, weet je wel. Ja. Dan ga je net als Grunberg... wat ik overigens heel goed vind om te doen, hoor. Je moet ambitie tonen. Dus dat zei ik net ook, hè. Als man, je moet shine. Dan moet je als mannelijk, als het macho gedrag zien, herkennen bij jezelf. Ja. Dus je gaat naar Amerika, je hebt Nederland ontgroeid. Dan ga je naar Amerika, dan ga je het maken. En dan kom je in Manhattan. En dan ga je zeg maar, ik ga hier een grote schrijver zijn. En dan kom je bij een literaire uitgeverij en die zegt dan van ja, of ben je agent, want dat gaat tegenwoordig niet met tussenpersonen. En die zegt dan van ja, sorry hoor. Ja, Amanda Goorman, dat moeten we nu hebben. Van jou, ja, daar kunnen we niks mee. En dan ga je, zeg maar, dan glij je terug naar Amsterdam. En dan ga je hier in de Groene Amsterdammer... een beetje zeggen zo van... ja, ik ga natuurlijk niet
Weet je wel, dan laat je dus jouw hele hoofdstuk, je hele avontuur, laat je weg. En dan ga je nu een beetje lopen zeggen hier ja. Zo van, ja, je moet ook helemaal niet dat koloniseren. Dat is gewoon, ja, dat is omdat jij tegen die lamp bent gelopen, man. Flik het er gewoon echt op, weet je wel. Dat vind ik er zo storend aan. Ja. En dat, ik vind het prima, ik vind het allemaal niet zo erg. Maar ja. Inderdaad, maar je gaat dan wel, je wordt dan een soort van streng gelovige van een kerk. En dan ga je dat praatje van die kerk verspreiden. Ja, ja dat moet wel als zodanig herkend worden. En dat moet wel, dus daarom, ja, ik had ook heel erg veel behoefte om daar tegen in te gaan. Ja. Maar dan zit ik toch een beetje met dat dilemma dat ik denk van, ja, ga ik nou die aardige, vriendelijke jongen, Philip Huff, ga ik die dan aanvallen? Maar ja, dan ga ik het toch maar doen. Want ja, het gaat toch om de kunsten. Om toch de kunsten redden. Ja, dat is lastig aan, hè? Ja. Ik ben ook wel echt mensen het kwijtgeraakt soms. Door kritische, ja, is het zo? Kritische geluiden als ze vrienden. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is zeker. Ja, onder meer mensen die nu heel prominent in de woke-beweging zijn. Maar ik bedoel, volgens mij kan ik met iedereen met wie ik in het verleden ruzie heb gehad een biertje drinken. Het schiet mij nu even geen voorbeeld te binnen van iemand met wie ik dat niet zou willen. Maar er zijn dus mensen die, nou, dat is weer die morele zuiverheid, die gewoon zeggen van ja, je bent nu te ver gegaan in je opvattingen. Ik groet je niet eens meer. Ja, ja dat maar dat is wat we net over hadden met Rushdie, hè? Die olievlek, die moreel zuivere mensen die dat verlangen hebben, die dus echt elkaar cancelen, die ook zuiver willen blijven en die dus ook het moeilijk vinden om een biertje met je te drinken, die dat niet meer kunnen scheiden, de mens van de... Ja. Die zelf die scheiding dus niet meer kunnen maken, hè? Tussen de persoon en de bal, zeg maar. Ja, precies, ja. Ja, dat is maf eraan, ja. Maar dat merk je dus, dat er mensen zijn die dus dat biertje niet meer willen drinken. Ja, ja dat is opvallend. Om wat je geschreven hebt. Onder meer, ja. Onder meer over zwart, bijvoorbeeld. Maar trouwens, met Huff trouwens ook. Daar heb ik lang geleden al een soort polemiek mee gehad. Dat is dan zo iemand die ineens niet meer groet of zo, weet je wel. En dan denk je van, ja, ik zou prima met Philip Huff een biertje kunnen drinken. Wat mij betreft. Ja. Ik weet niet wat hem betreft zit. Maar dat hoeft helemaal niet in de weg te staan dat ik zijn ideeën op alle mogelijke manieren zal bevechten. Maar dan, je moet inderdaad elkaar gewoon nog steeds als mensen gewoon normaal met elkaar om kunnen gaan. Ja, dat zou het ideaal zijn. Hè? Dan krijg je ook het ideaal van de verlichting. Weet je wel, jij zei helemaal aan het begin, dat is misschien een mooi beeld om mee te eindigen, die wijk waar je bent opgegroeid. Mm. En toen moest ik heel sterk denken aan, ik ben in Zuid-Afrika geweest, in Kaapstad. En dan heb je ook District 6. Daar is nu alleen nog maar een museum van. Maar dat was ook zo'n wijk waar alle lagen van de bevolking kriskras door elkaar leefden. En toen kwamen die hele strenge rassenwetten. En toen is iedereen daar, zeg maar, ontruimd en getransporteerd en ergens anders neergeplemd. Ja. Dat is verschrikkelijk geweest. Maar tot dat moment, die wijk is voor mij een blauwdruk voor hoe het zou kunnen zijn. En dat hoorde ik ook een beetje in wat jouw opvoeding hier in Amsterdam is geweest. Ja. Ja, ik vind dat is een ideaal. Sorry. En er waren heus wel problemen natuurlijk, hoor. Dus niet dat dat helemaal dat de multiculturele samenleving daar in één klap helemaal geslaagd was. Maar ja, en misschien is het ook de vertekening van mijn beeld als kind natuurlijk. Maar het had in mijn ogen ook dat beeld van een ideale plek. Ja. Het kan gewoon, hoor. Als je niet te krampachtig doet en elkaar gewoon en in je waarde laat, maar ook gewoon niet over elk woord of zo gaat lopen vallen en alles als racisme ziet, dan kun je best op een hele leuke manier met elkaar omgaan, volgens mij. Ja, inderdaad. Gewoon botsen in theorie en een biertje drinken in de praktijk of zo. Ja, En dat er gewoon iedereen met iedereen, dat je wel met elkaar omgaat, maar toch ook hart tegen hart in je ideeën kan zijn of zo. Ja. Oud ideaal. Het is volgens mij nog steeds de moeite waard, hè. Ja. Ja, dan zijn we toch een beetje bij het idealisme geëindigd. Ja, nou, dat is wel mooi ook, ja. Ja. Halleluja. Ik weet niet, wil jij nog iets zeggen? Nee, dit is volgens mij nu... Dit is wel een mooi moment om het even een strikje in te leggen. Hè? Ja, ik kan er ook oneindig over doorpraten, maar ik heb ergens een regisseur in mijn hoofd die zegt van, zijn jullie nu alweer 3 uur aan het praten? Ja, leg het toch eens een strikje in. Dus. Ja. Nee, dat is een goed moment. Ja. Ja. Ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het superleuk om eens uitgebreid met je te kunnen praten. En ja, nogmaals, ik lees je stuk altijd met enorm veel plezier. En dus ik hoop dat ze veel gelezen worden. En
En ook heel veel succes met de romanschrijfkunst, met de twee sporen recorder. Ja. Nou, jij ook bedankt voor een gesprek dat wat dieper gaat dan wanneer je elkaar dronken op het boekenbal midden in de nacht tegenkomt. En dat je volgende ochtend niet helemaal precies meer weet waar het nou over ging. Ja. Maar nee, dit is wat beklijvender. Dat is goed. Ja, mooi. Nou, ja. Bedankt.